Goedenavond allemaal. Goedenavond en welkom bij het grote TTIP-debat. Mr. Kapaldok, kunt u het horen wat ik zeg? Ja, heel goed. Nou ja, heel fijn dat jullie in zulke grote getalen hier aanwezig zijn. En ik neem aan ook allemaal voor dat aanstaande handelsverdrag zijn. Mag ik de handen omhoog even voordat we beginnen? De voorstanders van TTIP. Het is heel moedig dat u dat doet, dat die handje omhoog steekt. Ik loop even, want anders heb ik dat licht in mijn ogen. Ga ze even tellen. Nog één keer de handen omhoog, alstublieft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Het wordt geen goede saloongevecht als dit uit de hand loopt voor deze mensen. Maar laten we het ook niet op aankomen, want het wordt natuurlijk verbaal geknokt vanavond. Ja, en dan mag ik even de handjes omhoog voor die echt tegen zijn. Die ga ik niet tellen. Maar het is duidelijk dat de meerderheid hier tegen is, tegen TTIP. Dan wil ik ook daarom extra de gasten complimenteren vanavond die gekomen zijn om het standpunt voor te vertegenwoordigen. Dat is Marijn Visser van VNO-NCW. Onder andere, die zometeen ook plaats krijgt in het panel op het podium. Dat is Ronald Roosdorp, ambtenaar van Buitenlandse Zaken. En zometeen zal als eerste Koen Berden van beleidsadviesorganisatie Ecoris met een presentatie uit de doeken doen waarom het economisch verstandig is dat wij dit gaan doen, dat TTIP omarmen. Want dat is ook heel belangrijk. De ratio eigenlijk is erachter, gaat natuurlijk eigenlijk altijd om geld. En dat is ook het belangrijke onderdeel waar we mee gaan beginnen. Dat is economische groei. Dat is essentie. En de ratio achter elke vrijhandel en gezamenlijke markt is dat internationale concurrentie bedrijven in landen laat specialiseren waar ze goed in zijn. En prijzen voor consumenten laag houdt. Door invoerheffingen af te schaffen en regelgeving op elkaar af te stemmen, denken de EU en de Verenigde Staten toegang tot elkaars markten te kunnen verbeteren en de economische groei aan beide zijden van de oceaan te kunnen bevorderen. Het idee is dat er één grote westerse interne markt ontstaat. Die zou dan niet alleen meer welvaart brengen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook de productstandaarden voor de wereldeconomie kunnen zetten en daardoor concurrentiepositie onder andere tegenover opkomende machtsblokken als China en Rusland kunnen verbeteren. De voorstanders van TTIP zeggen dat economische groei en banen in ons vooruitzicht liggen en heel logisch zijn. Zoveel zelfs dat TTIP ons kan helpen uit de crisis te komen. De Europese Commissie voorspelt 1 miljoen extra banen in Europa en door prijsdaling en koopkrachtgroei tot 600 euro per jaar voor een gezin van 4 personen. Onze minister Ploemen verwacht 1,4 tot 4,1 miljard euro extra inkomsten voor ons land. Dat is heel mooi. Er zijn echter onderzoekers die de voordelen van het handelsverdrag betwisten. We hebben vanavond in ons midden Jerome Campaldo van Tufts University in Medford in Massachusetts in de Verenigde Staten. Vanzelfsprekend zijn er ook onderzoekers die het tegenovergestelde beweren. En daar hebben we ook een van ons midden en daaraan ga ik nu het woord geven. Dat is Koen Berden van Ecoris. Mag ik alvast een applaus voor zijn moed? Je hebt liever een loop. Dankjewel. Kan iedereen dit goed zien, ook achterin? Het is een beetje licht, maar kan iedereen het zien? Een beetje licht. Nou, we gaan het proberen. Ik zal het ook proberen duidelijk uit te leggen. Allereerst van harte dank voor deze uitnodiging. Ik ben zeer blij hier te staan. En ik vind het ook fantastisch eigenlijk dat ook in Nederland de hele TTIP-discussie nu sinds een aantal weken en dergelijke goed is losgebarsten. Want dat is wel iets wat noodzakelijk is. Er is al sinds 2008 nagedacht over wat we nu TTIP noemen. En er zijn al verschillende zaken onderzocht tot die tijd. Vanaf die tijd moet ik zeggen. Maar het is heel goed om te zien dat hier zo'n volle zaal staat. Zodanig zelfs dat de stoelen achter weg moesten worden gehaald om 200 mensen in de zaal te krijgen en niet 150. Dus dat vind ik allereerst fantastisch.
Andere punt is ook een welkom voor mijn collega Jeronim Capaldo. Dit is inmiddels de derde keer dat wij samen optreden. Dus we kennen elkaar inmiddels redelijk en ook elkaar standpunten. Laat ik jullie daar niet langer over in het ongewisse laten. Ecoris heeft al een aantal jaren onderzoek gedaan naar handelsverdragen en ook onder andere TTIP. Wat wij proberen te doen en wat ik ook hier probeer te gaan laten zien dadelijk, is eigenlijk iets vertellen over de economische effecten zoals wij die denken dat er zijn. En aan de andere kant iets over samenwerking op het gebied van regelgeving en wat dat nou precies inhoudt. We horen heel veel over standaarden, maar wat zit daar nou precies achter? Dus daar wil ik graag een paar dingen over zeggen. Waarom is TTIP nou de aandacht en het belang waard? Het is allereerst een enorm groot vrijhandelsverdrag. Ik weet niet of daar... Microfoon zit er vast. Is dit beter? Ja? Zal ik dan hier gaan staan? Dan is het scherm nog weer geblokkeerd. Nou, goed. TTIP is een groothandelsverdrag. Gaat over ongeveer 40 tot 50% van het wereldbruto binnenlands product. Het is ook een verdrag tussen de twee meest geïntegreerde markten die we vandaag de dag kennen. Niet alleen qua goederen, maar juist ook qua diensten en investeringsbronnen. Bijna 70% van alle internationale investeringen komen uit de Europa en de Verenigde Staten en ongeveer 57% gaat naar die twee landen toe. TTIP gaat ook over hoge standaarden. EU en VS hebben allebei hoge standaarden. En zeker als je dat vergelijkt met andere handelsverdragen, neem EU-India of EU-Centraal-Amerika, is dat verschil natuurlijk een heel stuk groter. Dat is hier veel kleiner. Ze zijn allebei hoog, maar ze zijn wel allemaal of veel verschillend. En daar wil ik dadelijk op terugkomen. Tegelijkertijd zien we, en dat wordt ook aangetoond in de studies van Hamilton en Quinlan die ik daar rechts laat zien, dat die Europese en Amerikaanse economieën qua invloed langzaam verschuiven van een hele dominante naar een veel gemiddelder positie op het wereldtoneel. Dat is een randvoorwaarde die voor de onderhandelaars en ook beleidsmakers een belangrijk is geweest. Nou, laat ik meteen even toegaan naar economische resultaten. Hoe komen we nou en hoe kijken we nou naar economische resultaten? De eerste manier om daarnaar te kijken is hoe groot zijn bilaterale handelsstromen tussen de twee landen en welke sectoren doen er nou het meest toe? We hebben ook sectoren tussen de EU en de VS waarin we bijna niet handelen. Daarentegen de chemische industrie, de automobielindustrie bijvoorbeeld, fabrieksgoederen zijn sectoren waar juist heel veel gehandeld wordt. Dat is de eerste stap. We identificeren die handelsstromen. Vervolgens gaan we kijken wat zijn nou de regels die in de VS gelden om iets te produceren en de regels die in de EU gelden om iets te produceren. En dan zien we dat ondanks het feit dat er op bepaalde eindproducten niveaus gelden die heel vergelijkbaar zijn, dat die producten op een hele andere manier met hele andere regels en eisen worden geproduceerd. Dus de nadruk die ik hier probeer te leggen is dat er hoge standaarden zijn, maar dat er wel verschillen zijn in de manieren waarop die standaard gehaald wordt. En dat heeft te maken met het systeem van regels. Neem het beroemde voorbeeld de chloorkip. Waar gaat dit om? Uiteindelijk is de standaard dat een consument veilig voedsel moet kunnen eten. En dat heeft te maken met hoeveel bacteriën er op een kip mogen zitten voordat die in de supermarkt terechtkomt. Daar is gewoon een aantal voor. Een aantal bacteriën. Het zijn nog steeds honderdduizenden. Moet er niet van schrikken, want nul bacteriën op een product is onmogelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat in Europa gezegd wordt van het begin van de productie tot helemaal door de keten heen aan het eind stellen wij eisen in slachthuizen, in vervoer, in gekoeld transport, etcetera, om op het laatst een kip te hebben waar niet veel bacteriën aan zitten. In Amerika zijn die eisen in dat proces er niet. Alleen dippen ze die kip op het allerlaatst in een chloorbad om hetzelfde effect te resorteren. Het aantal bacteriën per kip
die in de supermarkt terechtkomt. Daar kun je het over oneens zijn, en daar zijn de VS en de EU het over oneens. Dus daar zal in dit geval geen overeenstemming over worden bereikt. Maar wat ik probeer te illustreren is het verschil tussen een standaard, het aantal bacteriën per kip aan het eind in de supermarkt, en de regels die wij hebben om die standaard te garanderen, te bewerken. Dat is één. Als we die verschillen gaan bekijken, kun je vervolgens proberen om te zien, kunnen wij nou op een aantal manieren die verschillen reduceren. En dat noemen we een verlaging van een non-tarifaire maatregel. Maar hier ontstaat denk ik een hele belangrijke spraakverwarring. Een verlaging van een non-tarifaire maatregel betekent niet een verlaging van de standaard. Dat betekent een verlaging van het verschil in regels en certificering om tot die standaard te komen. Dat heeft onder andere te maken met de technische en politieke wil. In onze analyse, waarin wij kijken van hoe zijn nou die economische effecten, waar komen die nou vandaan, zeggen we van alle verschillen die wij al zien, is minimaal de helft iets waar nooit iets aan gedaan zal worden. Omdat dat technisch bijna niet mogelijk is. Wij hebben 220 volt en Amerika 110 en we gaan niet naar 165 gemiddeld. Dat blijft een verschil. We hebben ook politieke wil. Genetisch gemanipuleerd voedsel staat niet op de agenda. Met andere woorden, moet preciezer zijn, is niet uitgezonderd van de onderhandelingen. Dus er zou over gepraat kunnen worden, maar er is geen ja van de commissie op het meenemen van GMO's in het verdrag. Dus in onderhandelingen, dit is een ander belangrijke spagaat, hoe kun je over iets onderhandelen als je tegelijkertijd dingen niet mag bespreken? Moet je ze vooraf van de tafel halen of nog even doen alsof je ze wel bespreekbaar wil houden, waardoor je iets anders zou kunnen terugkrijgen en ze er dan vanaf haalt? Dat is het politieke pokerspel. Ik was een paar weken geleden in de Verenigde Staten en sprak daar met een paar mensen die zeiden, wij snappen Europa niet helemaal. Jullie willen graag transparantie. En dat is een prima streven, daar zijn we ook allemaal voor. Maar pokeren doe je niet met je kaarten op tafel. En wij hebben het gevoel dat Europa lekker de kaarten open op tafel legt. Hartelijk dank. Vervolgens, stap 2. Stap 3 is, hoe ambitieus zijn je scenario's? Als je vervolgens zegt, neem bijvoorbeeld voor de vliegtuigindustrie. Daar komen we tot een conclusie dat 80% van alle barrières die wij zien, dat daar nooit iets aan gedaan zal worden. Allemaal national security, defense, is niet onderhandelbaar. Vervolgens zeggen we dan, nou, van wat er wel bespreekbaar zou kunnen zijn, hoeveel doen we dan? Nou, in het ambitieuze scenario maximaal de helft over een periode van 10 tot 15 jaar. En in het minder ambitieuze scenario een kwart van die barrières in een periode van 10 tot 15 jaar. Dat is gewoon de veronderstelling. Die leggen we ook open en bloot op tafel. Daar kun je het mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. Maar dat is wat eronder ligt. Vervolgens kijken we naar de potentiële economische effecten. En rekenen we die door in termen van sectorspecifieke verbanden. Want het model dat wij gebruiken legt juist ook de nadruk op hoe de sectoren onderling met elkaar verband houden. Als je afspraken maakt in de verzekeringssector, gaat dat effect hebben voor alle andere sectoren in die economie, want verzekeringskosten worden beïnvloed. Die sectoren in onze economie staan niet los van elkaar. Vandaar dat wij een computable general equilibrium model gebruiken om die resultaten te krijgen. Nou, dan zie je dat er eigenlijk uitkomt dat er een licht positief potentieel effect van TTIP is. Dat heeft met een aantal dingen te maken, met tarieven. Dus als we een traditioneel handelsverdrag zouden nemen en tarieven pakken en die verlagen, zien we dat er 27 miljard en 10 miljard aan winst, aan extra bruto binnenlands product zou kunnen zijn over een periode vanaf een periode van 10 jaar. En dit is per jaar. Vervolgens, als we die non-tarifaire maatregelen aanpakken en dus gaan kijken van hoe kun je die verschillen verkleinen, leidt dat tot 64 en 56 miljard. Nog een aantal zaken wordt doorgerekend. Deze twee cijfers zie je elke keer weer als een van de uitkomsten van deze studies. De 120 miljard van de EU en de 95 miljard voor de Verenigde Staten. Ander punt is derde landen effecten. Er wordt heel veel over gesproken. Vind ik ook vanavond een belangrijk punt om aan te kaarten vanwege het feit dat we ook met SOMO deze discussies gehad hebben. Hoe komen we nou tot derde landen effecten? Nou, hier staat in een resultaat dat daar bijna 100 miljard
aan positieve effecten mogelijk zijn voor derde landen. Waar komt dat vandaan? En ik wil hier heel duidelijk over zijn en ook aangeven dat de modelleerders naar bijvoorbeeld de Europese Commissie hier heel duidelijk in zijn. Dit is gebaseerd op het feit dat er geen sprake is van oorsprongsregels. Oorsprongsregels betekent, als ik een derde land ben en ik exporteer naar Europa en vervolgens mag ik ook doorexporteren naar Amerika en houdt Amerika het niet tegen omdat Europa slechts doorvoerland is. Als we wel rules of origin hanteren, dan zijn die 99 miljard heel snel verdwenen. Ja? Dan ga je naar een traditioneel handelsverdrag waarin je winnaars en verliezers hebt, waar die derde landen negatief beïnvloed worden. Dus het feit dat als de EU en VS hun markten openmaken en die ook openmaken voor derde landen, is een cruciale veronderstelling die tot deze resultaten leidt. Als je die laat vallen, veranderen de resultaten. Dat is belangrijk om te noemen. Vervolgens, hoe zien we nou waar de impact ligt? Nou, dat ligt bij de sectoren die eigenlijk het hoogst zitten in termen van impact index. Grootste handelsvolume, meeste potentieel om te kijken naar verschillen in regels. Motor vehicles, chemicals, processed foods. Other machinery heeft de EU een enorm hoog gehalte van toegevoegde waarde, dus daar is de EU relatief heel sterk, maar dan zie je dat het potentieel voor impact kleiner is. En heel veel sectoren, zie je hier bijna bij de oorsprong staan, zullen heel weinig effect ondervinden van TTIP. Er is heel weinig impact. Nou, hier zo. Dit is rood op de laptop. Hier zie je een aantal studies naast elkaar. Ons team heeft in 2009, 2008 en 2009... Ja, dat is nou wel heel jammer, vind ik ook. ik zal er zo even op terugkomen. Wat ik hier graag wil presenteren is het palet van de studies die gedaan zijn naar TTIP. Wij hebben in 2009, 2008 en 2009 de eerste studie daar naar gedaan, maar vervolgens is er een heel aantal andere studies geweest. De CEPR in 2013, CEPI, de Franse in 2013, IFO, de Bertelsmann-studie, zoals die ook wel genoemd wordt, in 2013, en Jeronim Capaldo, die zo dadelijk de details zal uitleggen, in 2014. Wat ik hier laat zien, zijn de resultaten. Overigens, zeker nu dat niet heel zichtbaar is, zal ik ook... Is uw gespreksleider, nog 3 minuten heeft ja, u. Heel goed. Dus dit zijn de verschillende resultaten van min 0,5% tot 600.000 banen eraf, tot 1,3 miljoen banen en 1 miljoen banen erbij aan de meest optimistische kant. Waar zitten die veronderstellingen nou in? Ik laat deze even zitten, maar ze zijn wel belangrijk. Hoe hoog zijn barrières? Zijn ze hoog of laag om mee te beginnen? Neem je prijzen als vast, zoals bijvoorbeeld Jeroniem doet, of doe je dat niet? Als prijzen op lange termijn vast zijn, krijg je minder effecten. Kunnen mensen verschuiven tussen sectoren, ja of nee? Op korte termijn misschien niet, op lange termijn wel. Dat leidt, als je de veronderstellingen goed bekijkt, tot hele duidelijke uitleg waarom die resultaten verschillen. Nou, de laatste 2,5 minuut wil ik gebruiken om iets te zeggen over regulatory aspects. Als de computer het nog doet, dames. Ja. Dank. Zal ik even... Ja, dat had ik voorgesteld. Ja, of een kijk, ja. Ik neem deze wel even, maar dan heb je geen plaatjes ermee bij. Ja. Houston, we got a problem.
Meneer Berde gaat intussen verder met zijn presentatie, maar dat doet hij vanaf papier even. De tijd die hij gemist heeft net, wordt niet van zijn presentatie afgetrokken. Goed, dank u wel. Laat ik ondertussen gewoon even doorgaan. Het scherm zal zo weer terugkomen. Ik wil kort een paar dingen aanstippen over samenwerking op het gebied van regelgeving. Er is heel veel discussie over een standaard die omhoog of omlaag zou gaan. En als we hier in deze zaal gaan vragen wie denkt dat door TTIP standaarden zullen gaan dalen, sociale protectie, milieuprotectie, dan gaan er heel veel handen omhoog. Als je in Amerika vraagt bij AFL-CIO, de tegenhanger van de vakbonden aan de Amerikaanse kant, wie denkt dat de standaarden omhoog gaan, dan denken veel Amerikanen dat op het sociaal vlak de standaarden omhoog zouden kunnen gaan. Ik betwijfel beide, om de reden dat de nadruk in TTIP niet ligt op het gebied van een standaard. Wij gaan niet aanpassen hoeveel bacteriën er in een kip mogen zitten, maar we gaan wel kijken naar hoe we dat doen. Als dat verschil blijft bestaan, kijken onderhandelaars, kunnen wij dat in een azijnbad dompelen, wat wel toegestaan is volgens de EU, en heeft dat hetzelfde effect op de standaard. Dus wat je ziet, is dat samenwerking op het gebied van regelgeving een paar dingen betekent. Het eerste, uitwisselen van informatie. Bijvoorbeeld, als in Amerika of de EU auto's worden teruggeroepen, ja, dat is precies de goede slide. Als auto's worden teruggeroepen, is de EU verplicht aan de Amerikanen te informeren waarom die auto is teruggehaald. Welk technisch mankement daartoe heeft geleid en omgekeerd de VS bij de EU. Dat is het Spring Traps Directive. Je ziet ook dat er heel veel samenwerkingsverbanden al zijn, horizontale samenwerkingen, waar EU en VS zich samen op baseren. Tot slot wil ik benadrukken dat de nadruk van deze onderhandelingen ligt op zaken die niet worden besproken tot nu toe. Conformity assessments, dat betekent hoe beoordeel ik of iets veilig is. Als iedereen een hele scherpe oog heeft, zien jullie dat hier op deze remote presenter CE staat. Het CE-keurmerk is een EU-goedgekeurd keurmerk wat in Amerika niet wordt goedgekeurd. Dus als ik deze dingen produceer in Europa, moet ik in Amerika een ander certificaat gaan halen om nogmaals te bewijzen dat ik hier vanavond niet geëlektrocuteerd ga worden. Dat verschil proberen onderhandelaars nu weg te halen. Het verschil in hoe bekijk je een procedure en welke certificaten hebben wij. De crash test dummy wordt vaak genoemd. Als in Amerika de hoek van die dummy 29 graden is en in Europa 31, betekent dat dat ze in elkaars tests niet erkennen. Vanwege die verschillen in de hoek waarin die dummy in de auto zit. Dan zou je kunnen zeggen, ik vroeg dat heel beleefd in Amerika, heeft dat te maken met jullie gewicht, waardoor dat dan misschien een andere hoek is? Dat bleek niet het geval. Dat was gewoon een getal wat gekozen is 50 jaar geleden, omdat dat de hoek was van de stoel in de T-Ford. Nog één minuut. Ja. In Europa hebben ze gewoon een ander percentage gekozen. Als je die gelijk maakt, heb je één crash test en heb je voldoende aan twee kanten van de Atlantische Oceaan. Dus wat proberen ze te doen met regulatory cooperation? Het minimaliseren van onnodige verschillen. Het faciliteren van handel. Het promoten van betere regulering. Dus geen standaard discussie, maar een betere regulering. Het verlagen van unnecessary regulatory burden. Het toenemen van consumentenvertrouwen. En ook kijken naar banengroei, het versterken van de bilaterale relatie en relaties met derde landen. Deze is een belangrijke om te noemen. Als wij met India een vrijhandelsverdrag afsluiten, kijken de Indiërs naar Europa. Wat zijn de best practices die jullie hebben en wat kunnen wij overnemen? Nu zitten Amerika en de EU heel dicht bij elkaar, maar ook daar geldt dat we naar elkaar kunnen kijken en zien waar zitten best practices. Die verschillen zijn veel kleiner, maar er ligt ruimte. Lippenstift laat ik even voor wat het is. Ik geef jullie alleen 6 redenen waarom een Europees bedrijf geen lippenstift zal kunnen exporteren naar de VS. Daarmee beëindigt u uw presentatie. Ja, zeker. 2 van de substanties in lippenstift zitten in Amerikaanse kant, zitten aan de kant van het softdrugbeleid. Wordt gezien als medicinale cannabis. Betekent dat er allemaal testen worden uitgevoerd op die 2 substanties die wel in het Cosmetics Directive van de EU zitten.
UV-blokkers zijn in Amerika niet toegestaan. In Amerika moet je elke verschillende kleur lippenstift accorderen. Groen, geel, rood, alles wat je wil. In Europa is het alleen lippenstift die je moet accorderen. Testen op dieren is in Europa niet toegestaan, gebeurt in de VS wel. Elke staat in Amerika mag nog extra regels opleggen bovenop de federale regels. Labeling betekent dat 22% van alle producten die in de Amerikaanse grens vastkomen te zitten, vastzitten vanwege een fout label. Die worden vernietigd of teruggestuurd. Daar gaan bedrijven door failliet omdat ze niet het goede label hebben. Vervolgens, en dan hou ik ermee op, meneer de voorzitter, een aantal van deze zaken zal TTIP niets aan doen of niets aan kunnen doen. Een aantal wel. Labeling, product approvals, kijken of er gekeken wordt naar hoe die substanties beoordeeld worden, of in ieder geval samen beoordeeld worden, et cetera. Nou, ik wou het daarbij laten. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Geweldig. Dank u wel. Die heb ik zo meteen al nodig. Ja, dan vraag ik nu naar voren. Geronimo Capaldo. The stage is yours. Good night, everyone. It's great to be here, and I apologize for speaking in English. Unfortunately, I don't speak Dutch, and I'm particularly happy to be talking to everyone and see so much engagement. It's great to see Koen again, with whom I really love to disagree, and I keep doing it. Let me first say something very clearly. Some of you know that I work at the International Labour Organization, and I do as an economist. However, what I'm going to talk about tonight does not reflect the position of the ILO because it's based on work I did as a researcher at Tufts University in Massachusetts. And it's I'm here on my personal time, and therefore I speak for myself based on my research. So. As a European citizen, about a year ago, I started looking into this issue of the TTIP, reading the various studies that have been produced and that somehow maintained that, that there would be good impacts coming from TTIP on Europeans' incomes and economic lives. And these studies go into an enormous amount of details, as you've seen, and I haven't done that, but I was struck by some similarities that there are between those studies when it comes to the economic effects, just the economic effects. So I haven't really looked as deeply into issues such as regulatory cooperation or matters like that, but I've looked into the macroeconomic effects. So broadly, I've looked into what these studies say about the impact of TTIP on our incomes, on our employment, and on our trade and other variables of the so-called macroeconomy. And as I mentioned a moment ago, I was struck by the fact that somehow the main studies that have been produced, and some of them have been endorsed by the European Commission, they all make basically the same points. So initially I thought that's great, they're confirming each other's results, so that there must be some truth in it. But the issue then that I grew increasingly uncomfortable about is that somehow I realized that these studies are based on the same economic model. And being a researcher that works a little bit on modeling, I'm very well aware of the fact that when you use an economic model, there you cannot necessarily expect all answers from the same model because models are very much conditioned by their own assumptions. Because they simplify reality, sometimes in a good way, sometimes in a way that is not justifiable. Now, let's take a very quick look at this results of the main studies that I talked about. The study that is mostly mentioned by the European Commission is the CEPR study, but also the CP studies and the ECORIS studies. And these studies all project a large increases in bilateral exports, and we've heard how that is important, and it's true because trade is very much
summarized by these bilateral experts. But the way bilateral experts really impact our economy is by their net result. So what matters isn't so much how much exports increase, but also how much imports increase, because whenever we have an increase in trade, both things happen. And so in all cases, we see that there is a very large difference between this large increases in bilateral exports and these comparatively small increases in net exports, which are the ones that contribute to our income. The reason why this happens is because, according to all these studies, transatlantic trade would increase as a consequence of the entry into force of TTIP, but it would increase largely at the expense of intra-European trade. In other words, we're going to trade in Europe much more with the United States, but we're going to trade, according to these studies, much less with each other. And this is, in a way, you know, I really like to point out that this is a little bit of a paradoxical effect when seen in the context of the European Union, who we are told, which we're told is mainly aiming at increasing integration among countries. So I like to call this a disintegration effect. It goes quite the other way, the opposite way than to the one that we expect. And consequently, because of these small increases in net exports, these studies point out that there are very small increases in GDP, that is a measure of aggregate income. Now, how do we interpret these numbers? 0.5%, it's very important. This is not 0.5% per year. This is 0.5% or less after 15 years or something like that, and that's it. So we are talking about very small increases, one-off. Now, as I said, I was struck by the fact that these studies tend to use the same model, and you know, this is a very standard model. It's a model that's commonly used for these types of calculations. However, it's also an economic model that's shown its limits already, has been showing its limits already for several decades, and the problems have been pointed out at the technical level by academics, but also in the policy debate and in many practical experiences of liberalizations. This model is called CGE, it stands for Computable General Equilibrium Model. And I find that in this case, this model is particularly inappropriate because of several assumptions that it relies on, which I find not necessarily absurd, not necessarily unreasonable in an absolute sense, but I find them unreasonable in the European context, especially. So the first assumption is the assumption of flexible prices. My colleague earlier pointed out that I go with the assumption of fixed prices. Well, the issue here, I think, is why we choose the assumption of fixed versus flexible prices. The question here, the main issue that I'm uncomfortable with here is that according to this standard model, the economy adjusts very, very quickly thanks to an extreme flexibility of prices. It means that whatever happens, whenever there is a little bit of disequilibrium in the market, whenever there is a little bit of unemployment, for example, prices will change immediately to absorb this wasted resources. So let's say there is a little bit of unemployment. It means assuming that immediately salaries will drop so that workers will become more profitable to hire and firms will hire them immediately. Not only that. We also assume in this model that whenever there are no barriers of any kind between resources that are used in one sector and resources that are used in another sector. Going with the unemployment example, say that some workers lose their jobs in the in some manufacturing industry, and not only prices will wages will drop immediately so that they can become re-employable, but also those workers will be immediately rehirable in sectors that are expanding. In every moment, some sectors are contracting and some sectors are expanding. But we know it's very difficult for workers that have spent 20 years building their skills in manufacturing, for example, to be employable in the software industry or in the banking sector, which is, might be also expanding. So I think that these two assumptions, flexibility of prices and wages, and the absence of barriers between sectors, are particularly not realistic and certainly do not apply to the context of the European economy, where we see unemployment lasting for longer periods of time, now where many countries are battling high unemployment rates and prices aren't helping. Flexibility of prices isn't coming to the rescue, and in a way, it's a good thing, because otherwise we would see this plummeting of prices and we would witness the continuous impoverishment of the labor force, which is already taken place, but you know, we would see it even more.
Another important feature that I see in these models is not an assumption, it's a result. It's the loss of public revenue in the medium term. So according to all these studies, there is a loss to public revenues following the introduction of TTIP, at least in the short and medium term. And I agree with that. Finally, all the studies tend to rule out the important presence of financial flows or of the financial sector in general. And I believe this is particularly unrealistic because we are clearly presented every day with reasons to accept the reality that financial sectors and financial flows are very important in today's economic life. So the question is, when we have all these assumptions clear in our minds, does it still make sense to think that this agreement that would bring economic growth and positive economic benefits? Well, the way to answer that would be to remove these assumptions and see what happens, to see if these assumptions are really determining, driving the results. So I tried to do that using a model that does not suffer from these that I see as limitations. And this model is a model used by the United Nations. It's called Global Policy Model. It's been used by the United Nations now for 7 or 8 years with excellent results. It is now managed by the United Nations Conference on Trade and Development, which is the United Nations body that specializes in the analysis of trade and international investment. It's a model that's performed very well, in many cases better than other models, in assessing important vulnerabilities of the world economy. And it has opposing features to those that I explained. It doesn't have this full employment assumption. This is very important. This idea of flexible prices that I mentioned a moment ago is also called full employment assumption, because the standard model assumes that employment is never an issue because it rules out the possibility that there is unemployment, thanks to this idea that the flexibility of wages takes care of it immediately. Well, because I don't find it realistic, I use this model that does not have the full employment assumption. At the same time, in this model, the structural features of the economy depend on both the short-term features of the economy, basically what position the business cycle is in, and also the long-term trends. This is very important, and it's something that is typically underestimated. Now, I need to move on quickly because I don't have a lot of time. My simulation strategy was to not question the projections that the official assessments made of the expansion of trade, but I took those projections as granted, and I thought, okay, if trade is supposed to expand in that way that we've seen a moment ago, what's that going to mean for the economy as a whole, for incomes and employment? And I assumed that the economy adjusts in three different ways. So I dropped the idea that it adjusts with flexible prices, but I assume that it adjusts reacting to the new increased competition with reductions of the cost of labor. So whenever the United States and the European Union are pushed to compete more against each other, what happens is that in order to compete and defend their market shares, they will tend to push down their labor costs to become more competitive. And the other mechanism that I assume is that because of the fall in demand, in the level of business that follows this loss of labor income, I assume that somehow the economy will respond by increasing lending, which is something that we've seen happen in both in the United States and the European Union in the years that led up to the crisis. It's a potentially dangerous mechanism. So let's see the results that I got out of this small exercise. Now, there are broadly positive effects on the US economy, and then there are negative effects pretty much on all accounts in most European countries. Netherlands is here. Other Northern and Western Europe, unfortunately, doesn't feature as a standalone country in the model. But you see that in all European areas, we have negative impacts in terms of net exports, in terms of income, in terms of employment. We have losses across the board in Europe. In terms of employment income, that is the income per employee would fall in all areas.
we have losses in terms of net taxes, and we have an increase in the dependency ratio, that is the number of people that are sustained by one job, both through formal social protection systems or through informal, would increase. Now, the easy way to explain this is to show that, so the labor share, that is the cut of total income that goes to labor, would decrease, and these are the dark lines, would decrease following the introduction of TTIP. And this is because the various economy would start a rush to the bottom, a race to the bottom, in order to defend their market shares. Now, these shares have been falling already for many years. So the purchasing power of laborers would keep decreasing following the introduction of TTIP because economies would have to defend their labor shares. Now, the European Union would have to do this in a particularly strong way because it would be facing the United States, where the average labor cost, the unit labor cost, or the labor share, that is the cut of total income that goes to labor, is 53%. Now, in every European country, we're much higher. That means Europe produces by using more labor per unit of output. So it is less competitive than the United States. So TTIP would pin the European Union economies against an economy that is more competitive than them. And of course, what we can expect, it seems reasonable to me to expect, that this would start some form of race or big effort to make our economies more competitive. But this means taking labor, taking income out of labor even more than it has already happened, with some serious consequences. Now, we would also have an impact on financial instability, because following the fall of demand because of the income that is taken away from laborers, the economy would be, if history is any guidance, would be incentivized to sustain demand, increasing lending or increasing the valuation of capital stock. In other words, we would create the conditions for another financial bubble. Now, summarizing the results, it seems to me that based on this results that I'd be happy to clarify later in the debate, Europe would suffer, would have a net negative effect. The US would have a mixed effect because it would have positive impacts, but the quality of jobs, studies show, might suffer from it. The developing regions would have a mixed income. So the world as a whole would suffer from higher inequality, higher instability, and potential financial bubbles. And so the policy implications that I draw out of this are, TTIP seems like a step in the wrong direction because it adds more challenges to employment. It subjects employment to more competition and more flexibility instead of doing the opposite, supporting labor incomes in order to sustain demand. And so, if anything, we need a change of course. For a sustainable growth strategy for Europe, we need exactly the opposite. We need to sustain labor incomes with strong formal social protection support and by keeping financial markets in check. Thank you very much. Thank you, Mr. Cappallo. I'll wait for you to put your headphones on. Er is een overduidelijk verschil in de presentaties tussen de twee heren, waar Berde natuurlijk vooral heeft gehad over de standaarden, heeft Cappallo natuurlijk gehad over de invloeden op onze economie. De Europese economie en de economie van de Verenigde Staten. Ik wil Berden nog even een kans geven om beide heren nog een kans geven op elkaar te reageren. Als ik dat aan Berden geef, dan doe ik dat ook bij Cappallo. Als eerste mag Berden even reageren op de presentatie van Cappallo. Ja, dank je. Kunnen jullie mij horen of niet? Ja? Oh, zo. Goed. Jeroen, dank. Ik ken deze presentatie natuurlijk ook eerder. Ik wilde heel kort op een aantal dingen even reageren. Het was jammer dat de kolom van zijn studie net niet leesbaar was, omdat er een paar punten zijn waarin wij respectvol het niet met elkaar eens zijn. De eerste punt is, jij geeft aan dat prijzen vastliggen in jouw model. Kijk, het hele model en de modellen die je kiest leiden natuurlijk tot de aanbevelingen die je vervolgens doet. Dat is glashelder.
En dat geldt voor de modellen die wij gebruiken, dat geldt voor de modellen die Jeroniem gebruikt en ook degene die de andere studies hebben gebruikt. Als je prijzen vastlegt, kun je niet tegelijkertijd zeggen, er zijn asset price inflations. Ze liggen of vast of niet vast. Dus dat is een inconsistentie in het model die niet klopt. Je hebt of vaste prijzen of niet. Je zegt dat het een rare veronderstelling is dat prijzen flexibel worden verondersteld. En dat is correct voor de korte termijn. Op korte termijn liggen prijzen vast. Maar de resultaten die wij berekenen gaan over een periode van 10 tot 15 jaar. Ga je nou vertellen dat prijzen vast liggen over een periode van 10 tot 15 jaar? Betekent dat we geen inflatie hebben? Dat geloof ik dus echt niet. Wij nemen niet aan, zoals jij beweert, dat onze resultaten meteen veranderen als er iets gebeurt. Dit is precies het idee van het model. Dat duurt 10 tot 15 jaar. Daarom is het een lange termijn model. Dat was de eerste. De tweede vraag is, je neemt terecht aan dat er meer... Er is meer handel. Maar komt uit de factor waarom we meer handelen. Die is exogeen in het model, betekent vervolgens dat er geen verdere effecten zijn. Ik kan het jullie op een andere manier vragen. Als Audi auto's produceert, waarom maakt Audi niet zijn eigen autobanden? Waarom haalt Audi de Michelin autobanden onder een Audi auto? Het antwoord, omdat we handelen, specialiseren en Michelin doet niets anders dan autobanden maken. Daardoor is de gemiddelde prijs van een autoband zo laag als maar kan. Daar kan Audi nooit onder gaan zitten. Dat leidt tot handel in autobanden van Frankrijk, waar de autoband gemaakt wordt, naar Tsjechië, waar die in elkaar gezet wordt. En als een Fransman die Audi koopt, terug van Tsjechië naar Frankrijk. Dat is de reden waarom we handelen. Specialisatie en schaalvoordelen, grootte, heeft een impact. Die zijn wegverondersteld in het model, want de resultaten die Jeroniem gebruikt komen uit het CGI-model van Francois, van CPR. Tot slot ben ik het eens met Jeroniem dat er sprake is van een dalende labor share. En ik ben het ook met hem eens dat er meer geleend wordt. Waar ik het niet mee eens ben, is dat TTIP daar de driving force is. Het is inderdaad een trend die wij zien, maar het is niet de oorzaak ligt niet bij TTIP. Als je kijkt naar hoeveel banen er verplaatst worden in de EU vanwege technologische vooruitgang, zijn dat er ongeveer 37 per 1000 over een jaar. TTIP, als het CPR gelijk zou hebben, en jullie mogen zelf je conclusie daarover trekken, leidt tot een verschuiving van 2 banen per 1000 over 10 jaar. Dus de factor is ongeveer 1500 keer kleiner. Nou, als je tot slot een opmerking maakt over de full employment assumption. Als we in de modellen van CEPR, CEPI en ECORIS de full employment veronderstelling loslaten, worden de positieve effecten groter. En dat komt omdat we ook aannemen dat we vandaag de dag full employment hebben. Dat is niet zo. Als we die veronderstelling loslaten, ontstaat er een enorm potentieel van mensen die nu werkloos zijn, die een baan zouden kunnen krijgen. Betekent dat in deze modellen de effecten nog veel positiever worden als we die veronderstelling loslaten. Oké, dat is mooi. Heel fijn. Geef hem nog even een applaus, meneer Berde. Ja, ja. Want dit is een... Net wel, dit is een positief verhaal. Het is allemaal goed voor u ook, hè? Mr. Capaldo, here you go. Thank you. Thank you, Koen, for the questions. Very good. So 3 points, it seems to me. The prices, the trade estimates, and the full employment story. But let me first say, I'm very happy you agree that the labor share is projected to fall and that there's supposed to be more lending, although you think the causes would be different. Now, the prices question, you can say fixed prices, but the question isn't really, you can call it like that, or you can say that economic adjustment is driven by demand rather than by price flexibility. Now, very important prices, very, very important prices are wages. Now, we know that wages
fluctuate very moderately whenever there are economic fluctuations. They don't fluctuate as many other prices could fluctuate. In fact, we also know that the prices of commodities fluctuate very, very little. And I mean real commodities, such as the goods we buy in the supermarkets. Sometimes they do, sometimes they don't, but normally these swings aren't very strong in the short and medium term. In fact, as Kuhn was pointing out, we have inflation that is a general trend, although we haven't seen it very much in past years. I have to ask you to keep it short, Mr. Kapolov. Very, very good. So my point is the assumption of an economic adjustment that's driven by demand seems to me still very reasonable, more reasonable than the idea that all the prices react to very shortfall in demands, because I don't think that's what we see. At the same time, you can have commodity prices that are not varying and fluctuating, and you can have financial prices that in fact are subject to strong inflation. There are two different sets of prices. About the trade estimates. Now, the trade estimates is quite complicated if you want to study this stuff, because nobody tells you what the text of TTIP is. So when you're there and you're researching and trying to figure out how to estimate this thing, one good idea is to look at studies that have been somehow commissioned by the institutions and assume that somehow they have the best information. That's why I took the trade estimates of studies such as ACORUS's or CEPRS, and I assume that those were a good enough starting point, and what I tried to understand was the implication for the rest of the economy of that thing. And finally, the full employment story. I do find it a very limiting assumption. You've made this point before, and I'm not sure I understand how full employment, if we remove this assumption that we have full employment, we can get better employment results. I've looked into it since we last spoke, and it's something that, although I understand that there can be some little intricacies there, it's still something that is not convincing me. And I think one should be able to explain it in a way that is straightforward, and I haven't seen it yet. Thank you. Goed. Dank u wel. Nou, dan ga ik nu de heren en dames naar voren vragen die zometeen met elkaar verbaal in gevecht gaan. En als we het over vechten hebben, dan heb ik het natuurlijk over Ewald Engelen. Mag ik jou als eerste vragen om hier op het platform plaats te nemen? Een applaus graag voor Ewald Engelen. Mag ik als tweede naar voren roepen? Ronald Roosdorp. Een applaus voor Ronald Roosdorp van Buitenlandse Zaken. Als derde Marijn Visser van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. En als vierde Kathleen Paschier van de FNV. Jullie hebben hier twee microfoons. Jullie moeten de microfoons naar jullie toe trekken een beetje. En daar is er nog één. Ah, kijk. Dan wordt het interessant. En dan denk ik dat we hier ook nog een vierde hebben. Dan hebben we allemaal één microfoon. Dat is goed. Ja, hier. Dat is voor jou, Ewald. Begin jij even met... Ieder krijgt even een korte presentatie van zichzelf. En een heel kort even het standpunt. Ben je voor of tegen? Ewald. Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie, Universiteit van Amsterdam. Ik ben tegen TTIP en ik zal heel kort uitleggen waarom dat zo is. We zitten in een situatie waarin we komen van een hele diepe financiële crisis. In toenemende mate zie je economen, maar ook internationale organisaties spreken van langdurige stagnatie, secular stagnation. Een van de oorzaken die daarvoor gegeven wordt is dat er iets totaal verkeerd zit met de verdeling van de opbrengsten van bedrijfsmatige productiviteit over arbeid en kapitaal. Zelfs mensen die dus betrokken zijn geweest bij marktverruiming, liberalisering van de financiële sector in de Verenigde Staten, Larry Summers geeft aan dat er iets verschrikkelijk mis zit met de verdeling van de opbrengst van onze economieën. En een van de oorzaken daarvan, ik ga heel kort, dus ik doe het stapsgewijs. Een van de oorzaken daarvan is geweest de grote marktverruimingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. De interne markt in de Europese Unie, de uitbreidingen naar Oost-Europa. In Noord-Amerika is dat het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag geweest.
Het verhaal waarmee dit verkocht wordt, gebeurt ook weer vanavond, is het verhaal van een level playing field. Dat is de markt zoals die uit de neoclassieke economieboekjes komt. De realiteit is een markt waarin het speelveld in toenemende mate zodanig verschoven is dat arbeid het nakijken heeft en kapitaal steeds meer van de opbrengsten zich toe-eigent. We zien dit aan de dankjewel, hand... Dankjewel, Ewald. Dat is even mooi. Ja, en voor je het weet staat hij de hele avond te horen hier. Ronald Roosdorp. Dankjewel. Mijn naam is Ronald Roosdorp. Ik ben directeur internationale marktordening en handelspolitiek binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. En als zodanig verantwoordelijk voor dit verdrag binnen Nederland natuurlijk. En voor het dossier handelspolitiek. Ik ben zojuist geïntroduceerd als voorstander van TTIP. En dat klopt niet. En ik heb zojuist toen werd gevraagd wie zijn de tegenstanders, heb ik mijn hand ook niet omhoog gedaan. En er is maar één reden voor. Er is nog geen verdrag. Ik bedoel, waar moet ik op dit moment voor of tegen zijn? Ik bedoel, als je het zou vragen, CETA, dat is het verdrag met Canada, daar kun je een mening over hebben. Dat verdrag ligt er. Maar TTIP, daar is nog helemaal niks. Dus ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Waar ik wel voor ben, is internationale handel. Als je kijkt, we hebben zojuist twee modellen gezien en die hangen van veronderstellingen aan elkaar. En daar kun je een heel leuk en geanimeerd en goed debat over hebben. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is sinds 2008, de financiële crisis, is er maar één kurk waarop de Nederlandse economie gedreven heeft. En dat is internationale handel. Consumenten gaven niks uit, de overheid niet, bedrijven niet. Het kwam allemaal van de handel. Dat is mooi om mee te besluiten ook. Marijn Visser, VNO-NCW, graag even kort... Jouw positie in deze. Marijn Visser, ik ben secretaris internationale economie bij VNO-NCW en MKB Nederland. Dan moet even ik goed op de microfoon praten. Is dat beter? Mijn naam is Marijn Visser, VNO-NCW, MKB Nederland. Wij vertegenwoordigen meer dan 90% van het Nederlandse bedrijfsleven. De meeste bedrijven zijn bij ons aangesloten. Wij zijn voor TTIP, omdat het kansen voor het Nederlands bedrijfsleven verruimt om te exporteren naar de Verenigde Staten, maar ook importen naar vanuit de VS goedkoper maken. En de handelsliberalisering hebben we na 50 jaar interne markt EU geleerd. Daar groeit de welvaart van. Dus dat is goed voor Nederlandse bedrijven, maar ook voor Nederlandse burgers. Dankjewel. Kathleen Paschier. Ja, Kathleen Paschier, ik ben vicevoorzitter van de FNV. Voor onze deur staat een paard, een houten paard. Laten we even aannemen dat het daar is neergezet door regeringen en multinationals. En die zeggen, vinden jullie dat niet een fantastisch paard? Waarom halen jullie het niet naar binnen? En dan hoor ik meneer Berden zeggen, ja, dat moet je doen. Want daar word je beter van. En dan heeft hij daarbij een aantal argumenten die ik niet heel erg goed snap. Ik moet heel erg goed luisteren en ik heb daar veel vraagtekens bij. En ik vertrouw het niet helemaal. Dan hoor ik meneer Capaldo een aantal dingen vertellen waarvan ik denk, nou, die begrijp ik in ieder geval beter. En die stelt een heleboel vraagtekens die wij ook stellen. En die zegt in ieder geval, ik zou het nooit zomaar naar binnen halen, want je weet nooit wat er uitkomt. En het standpunt mooi, mooi, daar beëindigen we het even mee. En dan, ik ga u gelijk een vraag stellen. Nee, houdt u de microfoon vooral vast? Ja, nee, al die FNW'ers hier binnen, even rustig blijven. Ik ga gelijk weer een vraag stellen. Ja. Want hoe kunt u eigenlijk tegen de evidente voordelen van de vrije markt zijn? Nee, wij zijn leg dat eens uit aan deze zaal. Wij zijn voor handel, wij zijn voor markt, maar we zijn nooit alleen maar voor handel en markt. We zijn heel erg ervoor dat iedereen daar beter van wordt, dat werknemers daar beter van worden, burgers enzovoort. Nou, volgens mij heeft meneer Berden dat uitgelegd, dat dat gaat gebeuren. Kijk naar Europa, we hebben in Europa een interne markt. Wij zeggen niet sluit de Nederlandse grenzen, wij zeggen zorg ervoor dat je op een goede manier binnen Europa met elkaar handelt, zodat niet alleen Nederlandse werknemers, maar ook andere werknemers in Europa er beter van worden. Wij handelen al lang met de VS, daar gaan gigantische bedragen in om. Wij weten niet waarom we nu nog een stapje extra moeten doen om allerlei barrières weg te halen, waarvan wij helemaal niet weten of dat barrières zijn die wij wel kwijt willen. Ik heb uit de presentatie van de heer Berden begrepen dat er talloze barrières nog zijn. Nou, neem nou bijvoorbeeld van lippenstift, u gebruikt het nu vanavond niet, maar misschien wel eens. Ik ben geen grote afnemer. Nee. En als ik een afnemer was, dan was ik er erg voor dat we daar geen animal testing op doen. Nou, dat ben ik het helemaal met u eens. Nou. En volgens mij gaat dat ook niet verdwijnen, als ik het goed heb begrepen wat de heer Berden heeft gezegd. Ja, maar weet u wat u dan zegt, en meneer Berden ook, en dan heb ik dat net ook gehoord van de heer Roosdorp, wat staat er nou eigenlijk in? Wij zitten op het ogenblik met blijkbaar te onderhandelen.
En dan moet iedereen er vertrouwen in hebben dat alle goede bedoelingen die wij steeds horen van de minister en van anderen, dat dat allemaal klopt. Dat is en dan precies wat wij ook steeds bij de FNV moeten doen als er over onze salarissen wordt onderhandeld. Nee, daar worden jullie bij betrokken als het goed is. Dan mogen jullie meepraten. Dan zou ik heel graag willen weten wat ik er volgend jaar op vooruit ga. Bent u lid? Ik ben geen lid, nee. Ja, nou, dan wordt het toch een klein beetje moeilijker. Ja, meneer Engelen, mag ik van u weten? U bent evident tegen TTIP, maar Berden die haalt toch een aantal dingen aan waarvan ja, je echt als nuchter denkend mens kunt zeggen van... Ja, als die belemmeringen weggaan om producten, hè, neem nou bijvoorbeeld de standaarden voor bepaalde producten. Ik wil een broodrooster naar Amerika exporteren. En dat gaat lukken, omdat ze daar al van die ingewikkelde zaken hebben. Dan is dat toch prettig. Dan kunnen wij toch beter met elkaar handelen. Dat gaat mijn handeltje toch vooruitbrengen. Nou, een van de dingen die je altijd in je achterhoofd moet houden is de vraag voor wie is het precies prettig. Want een van de dingen die niet in het model van de heer Berde zit en ook niet in de modellen die de andere onderzoeksbureaus hebben gebruikt, dat zijn de redistributieve effecten ervan. Kijk, we hebben de neiging om het bedrijfsleven gelijk te stellen met het wel en wee van de hele Nederlandse economie. Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Marktintegratie van de afgelopen 20 jaar is vooral erg goed geweest voor de exportsector. We zien op dit moment dan ook heel duidelijk dat de exporterende bedrijven, de beursgenoteerde bedrijven, op enorme kasreserves zitten, niet investeren, geen belasting betalen, niet willen investeren in hun eigen personeel. En dat heeft alles te maken met diezelfde vrije markt, waarvan wij dan denken dat die vrij is. Is goed voor de grote jongens, is niet goed voor de kleine jongens. En wat we dus zeker sinds de crisis gezien hebben, is dat het ook niet goed voor burgers en consumenten is. Dus mijn argument is, of mijn stelling is, laten we pas op de plaats houden. We hebben inderdaad een interne markt in Europa. Uit onderzoek blijkt dat die interne markt nog absoluut niet af is. En het bestaat eigenlijk, zou die uit twee onderdelen moeten bestaan. Markt maken, negatieve integratie. Eigenlijk wat we nu met TTIP aan het doen zijn. Maar de inzet is ook altijd geweest dat er een sociale agenda naast zou komen hangen. Die is absoluut onderontwikkeld gebleven. En op dat moment gaan wij dus een stap zetten naar TTIP, waarbij we zeker weten, wij burgers één ding zeker weten, dat die sociale agenda nooit van zijn leven gerealiseerd gaat worden. Meneer Roosdorp. Meneer Roosdorp, een pas op de plaats. Is dat wat we moeten doen? Of vindt u, moet vol gas vooruit met dit handelsverdrag? Ik heb nog geen argumenten gehoord waarom er een pas op de plaats moet worden gemaakt. Ik bedoel, het kunnen grote woorden van links en van rechts worden. Van rechts. Ja, precies. Dat, heel goed. Er is op dit moment gewoon een afspraak. Er vinden onderhandelingsrondes plaats, as we speak ook. En daarin wordt gekeken in hoeverre we tot elkaar komen. En naar de hand gaan we kijken, wat kunnen we met dit verdrag? Is het een goed verdrag voor Nederland of is het geen goed verdrag? Mag ik daar één ding op zeggen? Kijk, het fascinerende is dat we op dit moment eigenlijk al meegenomen zijn in de beslissing om TTIP te gaan doen. Als ik kijk naar de discussies, dan gaat het over wel of niet ISDS, dan gaat het over wel of niet chloorkippen, maar eigenlijk is het frame, het dominante frame, we gaan dit doen. En je kan dan kiezen voor de carnivore variant, dat wil de VVD, of je kan kiezen voor de herbivore variant, dat wil de Partij van de Arbeid. Maar de daaraan voorafgaande beslissing, waarom gaan we dit in godsnaam doen? Die heb ik eigenlijk nooit gehoord. Nou, die vraag wil ik toch even doorspelen aan... Ik dacht dat ik het woord had gekregen. Ja, oké, okay, dat is alweer afgenomen. Zo gaat dat op de vrije markt des woord. Zo gaat dat op de vrije markt des woord. Ik ga het nu aan een andere medestander maar geven. U mag het zeggen, natuurlijk. Wat er is gebeurd in 2013, er is een aankondiging gekomen van president Obama en president Barroso, van de Europese Commissie, nee het was niet, en die hebben gezegd, wij willen met z'n tweeën gaan kijken of we tot een handelsverdrag kunnen komen. Daar staan we op dit moment. Aan het einde van de rit wordt het geratificeerd. Daar zitten allemaal parlementariërs, in ieder geval twee hier zo. Ook de Tweede Kamer zit er vol mee. Die gaan kijken of het een verstandig verdrag is. Ja, maar dat is toch een onzinnig proces. Is dat een onzinnig proces? Ja. Pas ja, hier. De dames dat FNV. Nou, als ik toch kijk naar hoe er heel veel dingen, over heel veel dingen onderhandeld wordt in Europa, als het over Europese zaken zelf gaat, dan zit je vanaf het begin, liggen de voorstellen op tafel, daar kan iedereen zich een mening over vormen, daar gaat het Europees Parlement zich mee bemoeien, werkgevers en werknemers zich ermee bemoeien. Op dit moment wordt er onderhandeld over iets wat een enorme impact heeft en waarvan niemand eigenlijk weet waar het over gaat.
Maar u zegt dan aan het eind, mogen jullie nog eens gaan vertellen of je het er nou mee eens bent of niet. Het lijkt mij dus een onzinnig proces. Aan het eind wordt het verdrag, zoals alle internationale verdragen, worden geratificeerd. Nou, sinds de aankondiging tot de ratificatie hebben wij denk ik pak een beetje 2-3 keer, om de 2-3 maanden een debat in de Tweede Kamer, waarin heel nadrukkelijk wordt uitgelegd wat de minister gaat doen in Brussel en wat de stand van zaken is en hoe het of nee, maar kijk de Kamer nou naar CETA. Is. Dat CETA-verdrag, waarvan u zei dat dat al klaar was, dat is ook zo. Dat is dus klaar, maar nog niet geratificeerd. Daar zijn mensen dus veel te laat wakker geworden, omdat niemand erbij betrokken is. En daar zitten dus een heleboel vraagstukken in. Nee, voordat Engelen het woord neemt, wil ik toch even het is daar, uw positie is duidelijk. Wil ik toch even natuurlijk de jongen hier Visser wat laten zeggen. Er zijn de voorman van VNO-NCW, die buldert er in de dans op los. Graag even, toch even van jouw kant, even nadrukkelijk in woorden onder verwoorden waarom we dit absoluut moeten doen en waarom dit zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Het is goed, vertrouwt u maar mij. Nee, laat ik één ding even zeggen, want dat verbaast me elke keer bij deze discussie, hoor ik mijn buurvrouw nou ook weer zeggen. Dat heb ik ook een Kamerlid van GroenLinks op de radio horen zeggen. Het bedrijfsleven zit aan de knoppen bij TTIP en heeft een enorme informatievoorsprong. Mensen, dat is onzin. U weet net zoveel als ik, en dit is het meest transparante onderhandelingsproces dat de Europese Commissie ooit in de handel gevoerd heeft. Dat kan niemand ontkennen. Het zegt veel over de andere onderhandelingsprocessen. Ewald Engelen. Dat is een ander verhaal, daar ga ik niet over. En dat dit geframed zou zijn, ja goed, daar hoef ik het verder ook niet over te hebben. Meneer Engelen, u staat te popelen om hierover over te zitten. Nee. Het is maar goed ook dat het de agenda van Business Europe is, maar dat is een ander verhaal. Nou ja, in welke opvatting van democratie ook, en we gaan het daar natuurlijk in het tweede blok over hebben, maar goed, dat loopt nou eenmaal in elkaar over. In welke opvatting van democratie ook is controle over de agenda absoluut cruciaal. En als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt, dan is het inderdaad zo dat aan het einde van een zeer complex, zeer ingewikkeld, wat mij betreft als burger meer dan gemiddeld geïnformeerd, ook een absoluut intransparant proces, worden wij geconfronteerd, of onze vertegenwoordigers, met de beslissing, een binaire beslissing, accepteer het of accepteer het niet. Terwijl natuurlijk daaraan ten grondslag eigenlijk de discussie zou moeten liggen, willen wij deze volgende stap in de mondialisering van economische activiteiten, die uiteindelijk de exit-opties, de arbitrage-mogelijkheden van de factor kapitaal, het grote beursgenoteerde ondernemingen, enorm vergroot heeft ten koste van de factor arbeid, willen wij die stap zetten? Nou, die hele discussie is bij mijn weten niet gevoerd. Maar daar wil ik wel een antwoord op hebben van Marijn Visser. Dan zegt het Europees Parlement toch gewoon nee tegen TTIP, als dat zo'n verschrikkelijk slecht idee is. Het wordt bovendien waarschijnlijk nog in 28 nationale parlementen geratificeerd. Dat is niet beslist. Roosdorp. Over de transparantie even. Over de transparantie. Ik vind het argument van Engelen. Over de transparantie. De afgelopen weken heeft het EP gesproken over een kleine 900 amendementen op het terrein van TTIP. Ik zit vandaag even te kijken naar de stukken wat eruit is gekomen. Dan zegt het INTA-comité, dat is het comité waar zowel mevrouw Mineur als mevrouw Jongerius in zitten. Het comité dat gaat over internationale handel zegt hier: the trade negotiations currently underway between the EU and the United States are by far the most transparent trade negotiations ever conducted by the European Union. Dit is namens het INTA en al zijn leden uitgegaan. Ik zit er niet in, hè? Ik zit er niet in. Maar zeg ik dat, even dat zal mij eerlijk gezegd worst wezen. Ik ben het geheel eens met de heer Engelen. Hier zit een zaal vol en wij hebben ook heel veel leden in de FNV die ons voortdurend vragen waar gaat het eigenlijk over en wie heeft er invloed op. En wordt er niet achter onze rug om van alles en nog wat uitonderhandeld, waar je inderdaad straks alleen nog maar ja of nee tegen kan zeggen. En dan is de vraag of die vraag wel aan ons wordt gesteld en niet aan een aantal anderen. Engelen. Nou, een van de dingen die opvallen aan dat hele TTIP-verdrag is dat zeker aan het einde van 2014, toen de GUCHT enorm onder vuur kwam te liggen, omdat er uiteindelijk bleek dat dit allemaal intransparant, backroom door dealing was geweest, er dus inderdaad met het aantreden van de nieuwe commissie een nieuwe wind is gaan waaien. Dus je ziet nu dat de burger niet meer geen toegang krijgt tot documenten, maar dat de burger in principe bedolven wordt onder eindeloze beleidsdiarree, waar je vervolgens ook absoluut geen enkele helderheid meer kan krijgen. Maar dit is dus inderdaad
inderdaad in respons op een in toenemende mate politisering van een onderhandelingsproces. Afgedwongen door burgers en vooral afgedwongen door NGO's. Dus dit is in feite natuurlijk een godspe. Vanuit de Europese Commissie en de Europese Parlement zie je dus dat de aandrift helemaal niet is om dit allemaal open te gooien. Het wordt pas transparant op het moment dat u het afdwingt, dames en heren. En Europarlementariërs hebben er natuurlijk als makkerschapen bij gezeten, laten we wel wezen. Ja, er zitten er een paar van in de zaal, geloof ik. Meneer Roosdorp, graag een reactie van uw kant. Waarop? Nou ja, op deze statement. Ik heb net gezegd dat vanuit het parlement wordt gezegd dat het het meest transparante verdrag is. Kan je inderdaad afvragen, wat zegt dat precies? Ik geef alleen even aan dat blijkbaar tevredenheid is vanuit het Europees parlement. Maar is dit nou echt het debat? De heer Roosdorp komt van een departement wat moet onderhandelen in Brussel namens Nederlanders. Hè? Dus mevrouw Ploemen enzovoort moeten dat doen. Die zeggen aan de ene kant tegen ons, heb vertrouwen. Ik heb hele mooie doelstellingen met al die onderhandelingen. Ik beloof jullie een gouden standaard. We gaan de Europese normen in Amerika invoeren. Dat heb ik allemaal niet gezegd, hoor. Nee, maar dat is wel wat wij te horen krijgen als gemiddelde burger. Ja. En dan is dus de vraag op het moment dat wij daar allemaal vragen bij stellen en zeggen van, dat geloven wij helemaal niks van. Dat zijn sprookjes die u vertelt. Want de Amerikanen gaan onze standards helemaal niet overnemen. Die hebben daar juist een enorme lange geschiedenis dat ze dat niet doen. Dan is daar, stopt het debat. In plaats van dat er nou eens wat vertrouwenwekkends komt uit zowel het Nederlandse ministerie als vanuit Europa. Waar heeft u het? Ik bedoel, binnenkort zitten wij weer met de vakbonden om tafel, zoals we dat recentelijk ook hebben gedaan. Iedereen die een vraag heeft. Als ik mensen zie die dingen op Twitter beweren waarvan ik denk van, nou, dat is boeiend, daar wil ik even over praten, nodig ik ze uit. Ik bedoel, waar haalt u? Maar is er kijk, als ik moet onderhandelen, dan krijg ik een onderhandelingsinzet en dan zeggen mijn leden, we willen wel even meepraten over het mandaat, want we willen graag dat je daar wel over hebt en daar niet over hebt. En wat doet u nou als u nou in Brussel onderhandelt? Gaat u dan echt, want dat zou ik mooi vinden, als u dan tegen Nederland zegt, wij gaan zorgen dat de arbeidsnormen die wij in Europa belangrijk vinden, dat we daar garanties in dat verdrag stoppen. En als die er niet in staan, dan doen we dat verdrag niet. En dat soort dingen worden gewoon niet hardop gezegd. En dus dat voedt dat is niet waar. Dan adviseer ik u toch echt om, zeg maar, de heer Engelen noemde het een beleidsdiarree, maar wij schrijven inderdaad regelmatig aan de Tweede Kamerbrieven. Ja. Daar staat het allemaal in dat het Europees sociale model of de Nederlandse minimumloon. Ja, maar gelooft u dan dat u dat? Dan gelooft u dat u dat door de Amerikaanse strot krijgt? Daar gaan de Amerikanen niet over. Laten we toch ophouden met die flauwe kuls of de Amerikanen het Nederlands minimumloon gaan bepalen. Ja, maar volgens mij heb ik het niet over het minimumloon. Oké, hier laat ik een hele even korte discussie. Nou ja. Kijk, op het moment dat je accepteert, hè, laten we dat voor de goede zaak laten we dat doen. Dat wat TTIP gaat worden enigszins lijkt op de interne markt die we bij de Europese Unie overeengekomen zijn. Dan zie je dat daar de inzet ook eigenlijk altijd van geweest is dat het Europese sociale model beschermd moet blijven. Maar competitiewetgeving, vallend onder die interne markt, heeft ertoe geleid dat onze diensten van algemeen belang, die in eerste instantie uitgezonderd waren van die competitiewetgeving, toch in toenemende mate een steeds smaller speelveld hebben gekregen. Woningbouwcorporaties die niet meer mogen bouwen voor middenklasse inkomens en daarmee cross-subsidiering zouden kunnen krijgen voor lagere inkomens, mag niet meer volgens interne marktwetgeving. Dus dat betekent dat alle beloftes die eerder gegeven zijn over het behoud van onze eigen verzorgingsstaat, eigen arrangementen, eigen instituties, die zijn in een eerdere fase al geschonden. En eigenlijk wat hier blijkt, en dat is uiteindelijk ook het fascinerende van die hele TTIP-discussie, er is sprake van een grondig wantrouwen van het Nederlandse, maar ook het Europese electoraat ten opzichte van de eigen politieke elite. Wij vertrouwen jullie niet, jongens. En meneer... Meneer Roosdorp. Maar als dan de economische voordelen niet evident zijn, althans worden tegengesproken en ook weer voor worden gesproken, is het dan niet toch beter om een pas op de plaats te maken? Want zoveel vraagt Engelen toch niet? Ik ben geen politicus. Ik zeg even eerlijk dat ik dat lef niet eens heb, want ik vind het namelijk een heel knap en boeiend vak. Ik heb een opdracht, die heb ik meegekregen, die is gedelegeerd vanuit de Tweede Kamer, die probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren.
Een pas op de plaats. De onderhandelingen, de eerste acht rondes, die zou je bijna kunnen karakteriseren als een pas op de plaats. Want daar is nog niet zo heel veel gebeurd, los van een aantal technische overleggen. Dus zover zijn we helemaal nog niet. Dat was ook eigenlijk mijn beginopmerking. Ja. Ik weet niet of ik voor of tegen moet. Het is één lange stap op de plaats. Maar is het dan niet, even een is momentje. Niet de belangrijkste vraag dat als wij vanuit Nederland in Europa aan het onderhandelen zijn, en er zijn hele grote vraagtekens of Europa er wel beter van wordt, waarbij meneer Capaldo ook nog zegt dat vooral Noord-Europa er juist niet zoveel beter van wordt, dan zou ik zeggen als onderhandelaar vanuit de Europese kant van de zaak, ik moet wel heel goed weten wat ik doe, want mijn eigen. Dat is die pas op de plaats. We gaan nu even naar een paar vragen over die vanaf het internet komen. Ik geef even het woord aan René. Ontzettend veel reacties op internet. Ongeveer 500 tweets zag ik vanmiddag voorbij komen. Op de stoel zelfs. Dat wordt lastig lezen. Heel veel meningen, heel veel reacties. Weinig vragen helaas. Ik zag wel een vraag voorbij komen van Freek Bersch. Over ECORIS. ECORIS stelt dat er een licht positief economisch effect is van TTIP. Bij afschaffen van de helft van onze bescherming. Wat is je afweging? Nou, dank voor de vraag. Even voor de duidelijkheid. Het is de CEPR-studie die aangeeft dat het om een kwart van de barrières gaat die we denken die geadresseerd kunnen worden. En het gaat dus met name niet om het afschaffen van standaarden. Het gaat om het verlagen van de verschillen in de regelgeving. En dat is iets heel anders dan het verlagen van een standaard. Die standaard moet je laten wat die is. Maar als je een certificaat erkent aan twee kanten van de oceaan, is dat een verlaging van een verschil in certificering. Als je kijkt naar hoe gaan we om met risico's in de farmaceutische industrie, kan de EU en VS samen onderzoek doen. Weten jullie hoeveel geld er besteed wordt aan de Amerikaanse kant om te achterhalen of de EU-onderzoeken in de farmaceutische industrie wel statistisch kloppen en omgekeerd? Dat... Sorry? Ja, dat is allemaal banen. Nee, dat klopt. Het zijn allemaal banen. Mag ik daar een vraag aan? Maar dat is dus de essentie. Niet het verlagen van barrières. Mag ik daar een vraag over stellen? Nee, we gaan even door met de vragen die van het web afkomen. Was er nog één, René? Eentje die vooraf is gesteld nog. Een vraag. Pardon. Vraag van Guus Geurts, die zich afvraagt, rechtstreeks aan de heer Capaldo gevraagd. How much more employment will be lost because farmers and small medium enterprises face unfair competition? Unfair competition. Is there unfair competition? Thank you for the question. I haven't seen any compelling evidence that small and medium enterprises would gain from this deal. I think, unfortunately, there has been a frequent reversal of the burden of proof in this matter, in the sense that those that say that small and medium enterprises would gain from the agreement would have to prove it. It's not the other way around. And I haven't seen any convincing proof. The only reasoning that I've seen is one by which the small and medium enterprises are the vast majority of firms. And of course, if one believes that TTIP brings more business, then of course they would gain. But this argument, of course, is only valid as long as those two premises are valid, and I don't believe the main premise that TTIP is beneficial for the economy as a whole is valid. Right, and I have you one more question for you. I have totally forgotten to give you guys the red flag for utter nonsense. Was there any point where you would said in this first part of the discussion there was complete nonsense been told by one of the participants on stage? No. Yes or no? No red flags then. Okay, vragen uit de zaal. Die zijn er genoeg, zo te zien. Dat is heel mooi. Nou, daar gaan we aandacht aan geven. Deze meneer hier in het groene hemd. Hier vooraan. We gaan van voren naar achter. Het zijn de vragen, dus geen statements. We gaan niet roepen. Ja, goeiedag, mijn naam is Burkhard Dilge. Ik heb een volgende vraag. In die simulaties voor liberalisering, er is wel rekening mee gehouden dat blijkbaar, zeg maar, als je standaarden verlaagt, producten goedkoper worden. Mijn vraag is, zijn er ook modellen gedaan wat het betekent als goedkope producten op onze markt komen? Dus we weten bijvoorbeeld in de Verenigde Staten moet je CO2-emissies, de prijs van CO2-emissies zit er niet zo in die producten die in Amerika geproduceerd worden. We weten dat
de eisen voor dierenwelzijn enzovoort ertoe leiden dat de boeren een hogere kostprijs hebben. Tot nu toe zijn deze sectoren door importheffingen beschermd ten opzichte van de Verenigde Staten. En ik vroeg me af, is er in die modellen naar gekeken? En mijn vraag is ook, in hoeverre als deze barrières weggaan, in hoeverre dan economische druk ontstaat en ook politieke druk ontstaat om dat niet meer te gaan doen? Dus dat die boeren gaan zeggen, wij moeten zelf de rechten hebben als de boeren in Amerika en ook zeg maar hier energie- en aluminiumbedrijven in Europa gaan zeggen, we kunnen het meer permitteren dat we de CO2-emissies moeten gaan betalen. Deze vraag ga ik niet herhalen, vrees ik. Ja. En jullie moeten hem beantwoorden eigenlijk, hè? Want Ik kan wel alvast vertellen dat gisteravond in Wageningen een debat plaatsvond waar werkgevers, met name uit de varkenshouderij en de pluimveehouderij en nog zo wat meer, allemaal zeiden dat dit het effect is wat ze verwachten, omdat ze allerlei strengere normen moeten toepassen in de laatste jaren. Daar hebben ze over geklaagd. Maar nu zeggen ze, ja, nu moeten wij die toepassen, maar als de markt open gaat, dan kunnen wij dus niet meer concurreren met die Amerikanen die al die strengere regels niet hoeven. Meneer Berden, dat is toch echt volgens mij een vraag voor u? Ja, dat was een hele lange vraag, inderdaad. Kijk, nogmaals, het gaat niet om het verlagen van standaarden. Dat is een van de essentiële dingen. Als je vervolgens... Nee, het gaat niet om het verlagen van standaarden. Het gaat erom, en even heel erg voor de duidelijkheid. We zitten nu, en dit is denk ik even iets wat ik ook duidelijk moet maken. Als een model wat wij laten zien, een aantal andere positieve effecten laten zien, wil dat niet zeggen dat wij zeggen, oh, nou, dus moeten we dit economisch gaan doen en hebben we dus een TTIP-verdrag. Wij zijn helemaal geen voorstander van een TTIP-verdrag als dat gaat leiden tot lagere standaarden. Aan de Amerikaanse kant hopen ze op hogere standaarden. Ik heb AFL-CIO moeten teleurstellen gezegd, ik denk niet dat er veel hogere standaarden gaan komen. Sorry. Jullie hopen dat het Europees sociaal model naar Amerika komt. Dat gaat niet gebeuren. Dat laat het congres daar niet toe. Het gaat niet plaatsvinden. Omgekeerd is hier ook heel veel macht bij het Europees parlement, bij de nationale lidstaten, om hier iets tegen te zeggen. En dat is niet in mijn optiek een kwestie van helemaal op het eind ja of nee zeggen. Dat is een kwestie van ook nu, zoals de minister dat doet, maar zoals ook anderen doen, invloed uitoefenen op het proces waar dit naartoe gaat. Als de Europese Commissie en onderhandelaars nu weten dat dit een ongetwijfeld nee wordt, gaan ze toch niet op die koers door om te proberen dat te halen, dan gaat er toch nu iets gebeuren. Dus ik vind wel degelijk dat er een hele belangrijke rol ligt bij het Europese parlement om duidelijk te maken waar de eisen liggen ten aanzien van milieustandaarden, sociale standaarden en er ook glashelder in te zijn. Nu, vandaag en niet over een jaar met een ja of nee stem. Hoort de Commissie toch zelf te doen? Dat is toch niet de opdracht van het parlement. Het is de opdracht van de commissie, van de lidstaten, om zelf met die opdracht aan de onderhandelingen te beginnen. Volgende vraag. Even ter verheldering. Die aan wie stelt u de vraag om te beginnen? Aan de twee heren in het... Nou, ja, aan die twee heren in het midden eigenlijk. Want die zijn van mening dat we rustig kunnen gaan slapen en dat het allemaal goed komt. En ze hebben bovendien gezegd hier, en volgens mij klopt daar helemaal niets van, dat die ratificatie door de nationale parlementen wel goed zit. Volgens mij is het zo dat de Europese regelgeving zo is dat dat nog bevochten moet worden. En bij CETA is dat op dit moment is de Europese gerechtshof die dat moet besluiten. Bent u daarmee eens of niet? Nee. Ik ga een groot eind met u mee. Wat Karel de Gucht op zijn laatste dag in office heeft gedaan, is ik wil het vrijhandelsverdrag met Singapore voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. En ik wil van het Hof weten of het een gemengde competentie is, dat wil zeggen zowel het Europees Parlement als nationale parlementen gaan erover, of dat het alleen een Europese aangelegenheid is. Dat heeft hij gedaan. De huidige commissie, waar zojuist ook lovende woorden over werden gezegd, die hebben gezegd wij gaan dit voortzetten. Misschien was het Karel de Gucht die het op zijn laatste dag heeft gedaan, maar wij vinden het van belang om daar transparantie in te krijgen en of het Europees Parlement alleen het laatste woord heeft of ook de nationale parlementen. Dus in die zin is dat dus niet bekend. En het eerste deel van uw vraag was? Dit was het. Mooi. Volgende vraag. Daar, mevrouw. Ja. Kunt u even opstaan, alstublieft? Jazeker. Ik begrijp niet dat de zaal... U stelt de vraag aan wie om te beginnen. Ook aan de middelste twee heren lijkt me wel zo verstandig. Maar ik begrijp niet dat de zaal niet totaal in opstand kwam bij de inleiding van de eerste twee heren.
Het werd alsmaar over veronderstellingen, aannames, vertrouwen, mogelijke positieve resultaten. En, dus het ging eigenlijk nergens over. En nu mis ik, als je het hebt over werkgelegenheid, dat er geen criteria worden besproken, geen indicatoren over. Wat verstaan we onder behoorlijk goed werk? Wat verstaan we onder, moeten we groeien? Moeten we nog meer rotzooi? Dan hoor je van ja, goedkopere producten, we groeien met zoveel miljarden. Maar ten koste van wie? Ten koste van wat? Ik wou graag, en ik zou ook misschien toch die middelste heren van waar ligt de relatie dan met fair en green en sustainable, met de Millennium Goals, met de Sustainable Goals. Er zijn heel veel vragen opeens. En, dus, ja. En dan ook nog graag... Ik ga dit even afkappen, want anders gaat het gaan we het verhaal eigenlijk opnieuw houden. Meneer Visser, kunt u daar even kort op reageren? Kijk, ja, dat is genoeg. Dit zijn onderhandelingen. Daar weet je niet precies wat er uitkomt. TTIP zal winnaars en verliezers kennen. Ook verliezers. Dat is ook het verhaal van VNO-NCW. Er zullen sectoren zijn die last krijgen van meer concurrentie vanuit de Verenigde Staten. Dat is ontegenzeggelijk. Dat kan ik. Nee, maar hoe bijvoorbeeld welvaart verdeeld wordt en of iets sustainable is, of et cetera. Dat zijn vragen die, daar vind ik, heeft TTIP niet zoveel mee te maken. Dat is iets nationaals. Meneer Berden, mag ik daar even een korte reactie van u even over hebben? Het gaat TTIP dus niet aan, sustainable, klopt dat? Nou, het is een feit dat in de TTIP-onderhandeling een heel groot sustainable development chapter zit. En dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Oh, sorry. En dat is een heel belangrijk hoofdstuk in de onderhandelingen. Dus er wordt wel degelijk aandacht besteed aan de sustainable kant van de zaak. Want dat is een van de essenties, het niet laten verlagen van standaarden. Mooi, zo leert meneer Visser ook nog wat vanavond. Wil mevrouw ook nog dat ik reageer? Eens even kijken hoor. Had u daar een antwoord voor paraat? Nou, snel? Jazeker. Nou ja, kijk, wij hebben als Nederland een minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En dus in één persoon komt zowel die handelscomponent als ook de Millennium Goals, de Sustainability Goals die we deze zomer in de VN gaan afspreken, die zitten allemaal in één portefeuille, in één hand. En als er één persoon is die daarop let, dan is het onze minister wel. Bon, ja. Deze meneer daar in het midden, maar wilt u ook even aangeven wie u bent iets van uw achtergrond te vertellen? Ik ben Guus Geurts, ik ben betrokken bij dat landbouwdebat van woensdag in Wageningen, betrokken bij Platform Aardeboer Consument, we werken met boerenorganisaties samen. Mooi. En gelukkig zijn ze daar in steeds grotere mate tegen. Even over die standaarden en dat duurzaamheidshoofdstuk. De WTO en ook Eén vraag alstublieft. Nu moet ook even vertellen aan wie u hem stelt. En de meneer van Ecuris, meneer Berde, die zegt dat de standaarden niet verlaagd worden. Nu wordt door de WTO en TTIP alleen voedselveilig erkend als legitieme standaard. Die hele duurzaamheid stelt niks voor, want dat mogen we producten niet van tegenhouden. Niet van arbeidsrechten, niet van milieu en niet van dierenwelzijn. Dus wat gaat er gebeuren? Die producten komen op de markt, daarom zijn die varkenshouders ook tegen. Zonder dierenwelzijnstandaard, dus oneerlijke concurrentie. Dus dan kunnen we zeggen, die standaarden verlagen niet. Als die producten hier op de markt komen, dan gaan alle boeren protesteren, want verliezen ze. Dus op de lange termijn gaan die standaarden gewoon naar beneden. Oké, ik wil daar eerst natuurlijk even de heer Berden een reactie op laten geven. Dank u, ik zal heel kort reageren. Mijn broer is zelf boer, dus ik weet heel veel van de situatie in de landbouwsector af. Maar kijk, waar het hier om gaat, is dat je, als je kijkt naar de standaarden en de afspraken, dan zie je bijvoorbeeld ook bij het voorbeeld van de cosmetica over het testen op dieren, dat dat niet is toegestaan. Dus je houdt verschillen in wat er in Amerika wel mag en niet mag. En dat betekent dat er ook consequenties zijn over wat er vervolgens in termen van handel mogelijk is. We zien dat er heel duidelijke afspraken komen over hormone-treated beef. Daarvan zegt dan de commissie dat gaat niet in het uiteindelijke verdrag terechtkomen. Precies. En als je voor de hele zaal, het gaat over dierenwelzijn dus. En milieu. Ja, en als je dus daar verschillen in standaarden hebt, dan moet daar naar gekeken worden of daar overbrugbare afspraken in te maken zijn. Kijk, ik ga dit niet verdedigen. Op het moment het hier uitkomt dat dat niet het geval is, dan vind ik dat daar uitzonderingssituaties voor te maken moeten zijn. Nee, ik verdedig. Kijk, ik wil. Kan daar nog een microfoon naartoe even? Wie is, om,
anders wordt dat een verhaal wat niemand kan volgen. Je kunt niet op alles mutual recognition toepassen. Sterker nog, op heel veel dingen niet. Kijk. Nou, landbouw is heel belangrijk voor de VS. We hebben die chloorkip gehad. Nu, hier wordt gezegd dat Europa die azijnzuur gaat toelaten. Meneer Berde heeft uitgelegd dat chloorkip een standaard is van voedselveiligheid. Dat is voedselveiligheid, ja. Dus zelfs op dat punt waar de WTO en de TTIP wel toestaan dat het product toelaten, is de EU nu al aan toegeven onder druk van TTIP om die azijnzuur toe te laten. Dat was tot nu toe niet zo. Toen moesten de boeren, mocht dat hier gewoon hier niet. Ja, zie nu al de effecten dat gebeurt. Meneer Berde, ik haak er even op in om toch even te vragen. Want u heeft gezegd, het gaat niet om die verlaging van de standaarden. Het gaat om de verlaging van de regels om tot een standaard te komen. Nee. Als ik u goed begrepen heb. Maar het gaat toch niet om de vraag of je rechtstreeks in dat verdrag opschrijft dat die standaarden worden verlaagd. Het gaat om het effect van zo'n verdrag. Wat in de concurrentiepositie voor de Nederlandse en Europese... degene die zich op de markt begeven, ertoe leidt dat ze aan strengere regels moeten voldoen zelf. Dus of ze kunnen niet meer concurreren, of ze zeggen, zullen we die regels maar weer overboord doen. Dat is toch wat er gaat gebeuren. Dat is het effect. Meneer Berde, aan u. Als je op dit moment kijkt naar de verschillen in handel. Kijk, nogmaals, op het moment dat dit nu hier geconstateerd was als een belangrijk issue, is dat iets wat gewoon meegenomen moet worden naar Brussel toe. Dat is iets wat vandaag moet worden doorgevoerd. Sorry? De hele winst is gebaseerd op verlaging van standaarden. Nee, dat is een hele model weg. Daar gaan we niet over. Ik wil nog één. Dit is toch de omgekeerde wereld, dames en heren. Wij hebben hier in Europa en in Nederland afspraken gemaakt over wat wij wenselijk vinden ten aanzien van de omgang met dieren. Dat hebben we wettelijk afgesproken. Nou zijn er een stel idioten in Brussel die zijn op het idee gekomen om een oud plan om een single market te maken tussen VS en de Europese Unie, wat dateert van het begin van de 21ste eeuw, 2003, 2004, uit de kast te trekken en nu als een soort crisismaatregel door de strot van Nederlandse burgers te douwen. En nu worden wij gedwongen om onze onderhandelaars mee te geven dat de regels die we met z'n allen democratisch afgesproken hebben, dat die ook weer in dat nieuwe verdrag terechtkomen. Dan is toch eigenlijk de slotsom, laten we in hemelsnaam stoppen met deze flauwekul. Mr. Capaldo, I want to give you the final word. Thank you. Just one moment. Het is de laatste antwoord. Daarna gaan we over naar de volgende ronde. Thank you. Great questions, everyone. Great answers. I want to emphasize the fact that when we talk about social standards and sustainability, we typically have in mind environmental measures. We have in mind public health variables, and all this is very important. But let's not forget that there are very important dimensions of social standards and sustainability that we haven't discussed enough, I think, and we risk focusing on the tree and missing the forest. So a really important measure of social standards is how we distribute our income. So as we've seen, Europe has been undergoing this process in which labor gets a smaller and smaller cut of income over time. We know that, I'm not the only one saying, we know that even the studies that look at, that project positive benefits from TTIP agree with that. So that's a very important social standard, the share of labor, of income that goes to labor as opposed to profit and rents. It's a very important measure of social standards, and we know that's going to be decreasing. Now, is TTIP going to do anything about that? Is it going to make it worse or better? I think that based on a different model, such as the United Nations model, it looks like it's going to make it worse. However, even for those that say that this is not the case, it would be nice to hear that, in fact, TTIP is going to address this major, very major important issue of the European economy that affects every country alike. Second point is the sustainability point. Even sustainability, we think about in environmental terms, and that's very important, we should keep doing that. But there is also the issue, very important, of social sustainability. So how do we think an economic change is sustainable when it keeps exerting higher and higher pressure on laborers by reducing their income and shifting this income more and more towards profit and rents? Now, I must disagree with the gentleman from the employers group. Although I appreciate that many employers group across Europe have recognized that TTIP will have winners and losers, I think it's a step forward from saying that there will be no losers. But the serious point there is to recognize the fact that
a change that keeps putting pressure on labor is likely to not be sustainable. So from that point of view, we should really focus on the big picture. Thank you very much. Thank you, Arjen. Dan wil ik de heren en de dame vragen om het platform even te verlaten weer. Ewald, jou zien we zo meteen weer terug. Ronald, jou zien we zo meteen weer terug. En ook de heer Visser zien we zo meteen weer terug. Ik wil even een apart applaus voor Kathleen Paschier voor uw komst en voor uw betrokkenheid bij dit debat natuurlijk. We zien u in de tweede ronde niet meer terug. Ik ga even een korte intro houden naar het tweede deel. Dat gaat over, is TTIP een bedreiging voor de democratie? En daarvoor breng ik u even terug aan het begin van de vorige eeuw. Naar de tijd dat er een hele trits revoluties en burgeroorlog en straatschepen in Venezuela hadden plaatsgevonden. En een zekere Cipriano Castro aan de macht was gekomen. En deze meneer Castro die had weinig behoefte aan om zijn beloftes en zijn voorgangers aan buitenlandse investeerders te honoreren. Er ontstond al dus een conflict met buitenlandse mogendheden. Dat conflict dat speelt zich af in 1902. Even gaarne een beetje stil, want ik hoor mezelf ook graag praten. U kunt natuurlijk even na een korte pauze nemen, maar liefst zo stil mogelijk. Het conflict dat in 1902 begint, dat geldt wel als een klassieker in de kanonneerbootdiplomatie. Het Britse Rijk, Duitsland en Italië, destijds zonden destijds een vloot naar de havens voor Venezuela. En om daar de boel te blokkeren en een poging om hun geld voor hun investeerders terug te krijgen. Nou, die tijd van die kanonneerbootdiplomatie ligt ver achter ons. Het gaat er veel beschaafder aan toe en daar is de wereld natuurlijk heel erg mee geholpen. Er zijn internationale investeringsverdragen gekomen die vreedzaam tot een einde gebracht worden in tribunalen. En dat hebben we vooral na de val van de muur een flikse groei in kunnen waarnemen. Want vanaf het aantal van dat soort tribunalen, zulke verdragen bedoel ik met name, vanaf 1990 tot 2013 is er een stijging geweest van 400 naar ongeveer 2500 van dat soort verdragen. Er zijn ook meerdere arbitragefora, maar het meeste arbitrageprocedures worden gevoerd bij het Internationale Center for Settlement of Investment Disputes, ofwel het ICSID, een onderdeel van de Wereldbank. Beslissingen van dit arbitragetribunaal zijn in principe niet aanvechtbaar. De wijze waarop de zittingen van het tribunaal plaats hebben wijkt af van die van normale rechtszittingen in rechtbanken. Het vakblad Global Arbitration Review beschreef een zitting van het arbitragetribunaal eens als twee kleine groepen advocaten in normale kledij in een hotelkamer. Aan de andere kant van de kamer drie mannen met hoogstwaarschijnlijk wat meer grijs haar, geen publiek, geen bode en weinig pracht en praal. Toch heeft het selecte gezelschap in een hotelkamer de macht om de verdeling van miljarden aan belastinggeld te bepalen. Om een indicatie te geven van hun machtspositie. In 2012 werd er na een 2-1 beslissing van het ISCID tribunaal de grootste investeringsclaim ooit toegewezen. Het land Ecuador moest maar liefst $1,77 miljard en $2,22 miljard aan het Amerikaanse oliebedrijf Occidental Petroleum betalen. Meer dan de helft van het land ieder jaar aan onderwijs uitgeeft. Het doel lijkt nauwelijks te zijn veranderd ten opzichte van de 19e eeuw en bij het 20e eeuwse equivalent. Investeringsbeschermingsconstructies werden afgesloten om met name, al dus volgens de critici, westerse investeerders te beschermen. En dat erkennen ook de betrokkenen. Investeringsbescherming overeenkomsten waren in het begin vooral instrument van ideologie, vertelt Alvara Galindo, voormalig juridisch adviseur van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken in een lezing aan de London School of Economics. In mijn tijd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei hij, hoorde ik van oldtimers anekdotisch dat die onderhandelingen, die tot 1994 plaatsvonden, meer het karakter hadden van, en hij citeert, intensieve trainingsseminar in hoe te schikken naar het Amerikaanse economisch model. En niet van een onderhandeling tussen soevereine gelijken. Nou, dat lijkt mij een valide puntje van deze manier. Hoewel de mogelijkheden er langer lagen, stapten multinationals, dat is een feitje, tot eind jaren 90 zelden naar het arbitragetribunaal. Van 1972 tot 1996 speelde er bij het ICSID slechts 38 zaken.
Pas toen de advocatenkantoren de arbitragemogelijkheden ontdekten, kwam er bewustwording. In West-Europa beginnen grote advocatenkantoren zich eigenlijk pas in de afgelopen 10 jaar te realiseren hoe effectief het arbitragemechanisme is, stelt de Britse hoogleraar Gus van Harten. En sindsdien is het aantal zaken ook exponentieel toegenomen. Van 1996 tot 2012 zijn er al 381 zaken aangespannen. In 2012 werd een nieuwe mijlpaal bereikt tot op heden met ruim 58 ingediende investeringsclaims. In het gros van de lopende zaken worden ontwikkelingslanden gedaagd. En met name in Latijns-Amerika. Maar, daar staat tegenover. Investeringsverdragen worden steeds vaker gebruikt. Met name in de afgelopen 10 jaar erkent ook Willem van Baren van Ellen Overy, zo'n advocatenkantoor dat deze zaken voert. Dit komt omdat er meer bekendheid met de procedures is. Het is helderder welke zaken succesvol kunnen zijn. En dat zijn er steeds meer. Daar is Max Leijenhorst, ook advocaat, maar dan bij het kantoor Legal Tree, het mee eens. Vroeger waren het voornamelijk simpele onteigeningszaken. Tegenwoordig worden investeringen meestal door subtielere handelingen van de staat afgepakt. Bovendien doen nationale overheden steeds vaker een beroep op het publieke belang om bepaalde maatregelen of wetgeving door te voeren, zegt deze advocaat Leijenhorst. In recente jaren zijn bijvoorbeeld claims ingediend tegen het uitfaseren van nucleaire energie. Dat is in Duitsland gebeurd. Ja, Vattenfall, Duitsland. Tegen de tabaksregulering, Philip Morris in Australië. En ook Philip Morris in Uruguay. Tegen het korten van staatsobligatiehouders in Argentinië. Tegen het nationaliseren van financiële instellingen, dat gebeurde in België door de Chinese aandeelhouder van Fortis. Nou, dat zulke maatregelen zogenaamd in het publieke belang zijn, zeggen critici, dat valt te betwijfelen. Advocaten daarentegen zeggen, een staat mag zijn eigen beleid uitvoeren, dat is het punt niet. Maar als het nieuwe beleid niet valt te rijmen met de toezeggingen van de staat aan de investeerder, dan moet de staat hierover instaan en de eventuele schade vergoeden. Als een staat iets toezegt, dan moet het ook nagekomen worden. Wil een staat dit soort claims niet, dan moet je het in het investeringsbedrag opnemen. Nou, dat lijkt me ook een heel redelijk argument. Dan vraag ik nu naar voren Ronald Roosdorp om de argumentatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp, want we hebben het over ISDS, nader toe te lichten. En wellicht ook toe te lichten waarom het geen invloed heeft op het democratisch gehalte. Nee, ik ga weer even bij mijn eigen glas staan. Ik zag zojuist het koude bier al naar voren komen, maar dat stokte op rij 3. Helaas. Ja, de opdracht was of ik even kon vertellen wat het Nederlands standpunt was. Punt, ongeveer. Dus ik ben blij met deze precisering dat het over ISDS gaat. Overigens doet deze setting mij enorm denken aan een debat ongeveer een jaar geleden in de brakke grond, vooruitlopend op de parlementsverkiezingen, het Europees Parlement. Ik was toen net, denk ik, een maand bezig en daar werd gedebatteerd in een aantal rondes, duurzame energie en allemaal dingen waar je iets bij voor kon stellen. En ineens kwam ISDS in TTIP, stond op de agenda. Ik denk, nou, dan moet je wel een enorme nerd zijn, wil je weten wat hier aan de hand is. Maar het dak ging er op dat moment af, in ieder geval. Ik hoop dat het hier blijft liggen. Even kijken. Eerst even uitleggen wat ISDS in TTIP eigenlijk inhoudt. Dat is een aparte clausule. Had je er een jaar geleden bij moeten zijn? Nee, dat is het Investor State Dispute Settlement. En dat gaat erover. Laat ik even één stapje terugnemen. Dat lijkt mij een stukje handiger. Wanneer iemand iets heeft, een huis, een auto, een boek en de ander maakt het kapot, dan denk ik dat iedereen het vrij redelijk zal vinden dat je zegt van nou mag ik dan ergens compensatie claimen? Dat kan op twee manieren. Je kan het doen via de normale rechtsgang in Nederland. En dan ga je hier naar de rechtbank en dan zeg je van, hey, iemand heeft van mij iets kapot gemaakt, mag ik daarvoor compensatie? In de internationale handel en volgens mij ook in de voetballerij is het gebruikelijk dat je ook zoiets kan ontwerpen als een arbitragemechanisme. De allereerste ISDS-clausule die bestond is een Duitse uitvinding. Kwam in het akkoord tussen Pakistan en Duitsland, een beschermings... Het mag zo meteen even tussen beiden komen. Eerst
even het betoog even afmaken. Het is een Duitse uitvinding. Ik heb van de week heb ik met een aantal Canadese senatoren gesproken. En die zeggen, wat is het toch een rare discussie in Europa. Het verdrag dat al klaar is met Canada, dat wordt nu eigenlijk hostage gehouden door TTIP. Terwijl juist op voorspraak van de Duitsers, wij zijn gaan spreken over ISDS. En ineens wil Europa het niet meer. Dus hier is duidelijk iets aan het schuiven. Er werden net een paar voorbeelden gegeven. Philip Morris tegen Australië. Dat is inderdaad een vrij berucht voorbeeld. Waarom is dat berucht? Niet zozeer omdat Australië ineens zijn rookbeleid wil veranderen. En Philip Morris daar mogelijk schade van leidt. Maar Philip Morris doet dit vanuit een postbus in Hongkong. Nou, dat is eigenlijk, dat voelt iedereen wel aan, dat dat niet helemaal fair is dat je dan zo'n land kan aanklagen. Maar ik heb ook een tegenvoorbeeld, of niet een tegenvoorbeeld, ik heb een ander voorbeeld, wat niet zo heel vaak genoemd wordt, maar wat wel heel relevant is. Egypte heeft een paar jaar geleden de persvrijheid beknot. Heeft het signaal verstoord van omroepbedrijven, waaronder Al Jazeera. Al Jazeera heeft daar zelfs heel erg voor geboet, want er zijn ook journalisten gearresteerd. Maar er is eigendom van Al Jazeera in beslag genomen. Ze konden niet meer uitzenden. En zij hebben dus gezegd, wij gaan een ISDS-zaak starten op basis van een investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Qatar en Egypte. Waarom doet Al Jazeera dat en waarom pakt Al Jazeera dan niet de reguliere rechtspraak in Egypte? Daar zullen ze een reden voor hebben. Misschien vinden ze dit fijner, misschien hadden ze bedenkingen bij de rechtspraak in Egypte. Waarom is dit nodig in TTIP? Want je zou toch eigenlijk zeggen van Europa is een volwassen democratie met goede rechtspraak. De Verenigde Staten precies hetzelfde. Dus waarom heb je dit nodig? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. De eerste is, welke ambitie wil je hier neerleggen? Als jij zegt van, nou ja, wij willen voor de wereld in zijn totaliteit, niet alleen op standaarden waar we het zojuist over hadden, maar we willen gewoon een compleet verdrag hebben waar dit ook in zit, dan zul je het mee moeten nemen. Want hierna gaan we met landen onderhandelen die waarschijnlijk, nou ja, waar de rechtspraak wat minder neutraal is. En dan wil je het ook graag in een handelsverdrag hebben. Andere reden is bijvoorbeeld, ik was 2 weken geleden in Slowakije. Slowakije is in de tweede helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie, na ons. En ik was daar ook om over TTIP te spreken. En dat komt natuurlijk op ons bordje te liggen volgend jaar. En zij zeiden van, ja, wij hebben op dit moment, hebben wij een beschermingsovereenkomst met ISDS, met de Verenigde Staten. Maar dat is een beetje de rauwe oude versie. En wij zouden graag ISDS in TTIP hebben, want dan vervangt dat namelijk wat we op dit moment hebben. En dan loop je dus niet het risico dat er allerlei claims, die je eigenlijk liever niet zou willen zien, bijvoorbeeld uit postbussen, dat die op ons bordje landen. En dat geldt eigenlijk voor meer Midden- en Oost-Europese landen. Die hebben nog aparte verdragen en die zeggen, wij zouden dit wel heel erg prettig vinden. Maar we zijn vanzelfsprekend niet blind voor de schaduwzijde. We noemden zojuist Philip Morris. Dat heeft de Nederlandse overheid ertoe gebracht om een studie uit te laten voeren. Die is vorig jaar juni naar de Tweede Kamer gestuurd. En op basis van die studie hebben we gezegd, van, nou, er zijn een aantal dingen die we niet meer willen. We willen bijvoorbeeld die brievenbussen niet meer. We willen dat er meer transparantie over arbiters is. Dat je een vaste lijst met arbiters hebt. Dat arbiters niet de ene keer mogen worden ingehuurd door deze partij en dan weer door die andere partij. Een beroepsmechanisme zou prettig zijn. Nou, die studie die heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat Nederland samen met een en wij gaan een aantal voorstellen. Onnodig negatieve effecten zitten. Nou, dan moet je eraan denken bijvoorbeeld dat de overheid altijd zijn beleidsvrijheid moet behouden. Als wij geen schaliegas willen, dan willen wij geen schaliegas. We willen behoud van Europese waarden. De kwaliteit en de onafhankelijkheid van de arbiters moet geregeld zijn. Er moet beroep mogelijk zijn, waarvan jij net ook zei van, nou, dat is niet mogelijk. En ook heel belangrijk, het mag niet zo zijn dat een uitspraak van arbiters een nationale procedure zou overroelen of doorkruisen. Dan krijg je natuurlijk heel rare, überhaupt krijg je dan een heel rare situatie. Maar dat zijn de voorwaarden waarvan we zeggen, van, nou, als we op deze wijze met de Amerikanen kunnen praten en we kunnen tot overeenstemming komen, dan vinden wij het wel waard om om hier verder over te praten. En dat is ongeveer het punt in de tijd waar we nu staan. Dank u wel voor uw standpunt. Mag ik er één vraag aan stellen alvast? Ja, eigenlijk waarom eigenlijk? Je gaat er eigenlijk vanuit dat er een verdrag wordt gesloten tussen twee westerse blokken.
waar de rechtspraak uitstekend is geregeld. Waarom moeten zeg maar, dan daarbovenop eigenlijk nog zo'n apart arbitrageverhaal nog besloten worden? Ik geef zojuist dus twee argumenten. Het is de ambitie die je neerlegt in zo'n verdrag. En dat er dus een aantal andere landen zijn die zeggen, jongens, op dit moment zitten we klem. En voor de rest denk ik dat iedereen er wel... Dus we hebben het dan echt over Roemenië en zo, waarom we dit zouden moeten willen. Dat soort landen. Waarom we dit zouden moeten willen. Kijk, we zitten met z'n allen in dat Europese schuitje. Als zij hier aan hechten en ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen om de markt voor baggerschepen open te breken in de Verenigde Staten, waar wij geen toegang toe hebben. En dit doet ons verder geen kwaad. Wij kunnen gewoon ons publieke domein blijven reguleren zoals wij dat graag willen. Wat zouden we... Vindt u dat eigenlijk ook dan multinationals gehouden zouden moeten zijn aan een vorm van plichten, net zoals dan overheden dat zouden moeten zijn? Dat behalve dan multinationals of grote commerciële organisaties rechten bedingen via dit ontwerp, dat er ook plichten aan vast komen te zitten? Aan het hof eventueel, wat ook nog... En als je verliest, dan betaal je? Of wat dat daar. Wat bedoel je? Nou ja, in het huidige ontwerp staan natuurlijk vooral dat er rechten ontleend kunnen worden door multinationals. Met name, zoals ik het ook in mijn praatje hiervoor formuleerde, door overheden die opeens besluiten andere wetgeving door te voeren. Of bijvoorbeeld de kernenergie in één keer een andere draai te geven. Of tabak te verbieden of tegen te gaan. Het probleem met kernenergie, en daar zijn wij dus ook voor bij in Duitsland geweest, is nog niet eens zozeer dat Duitsland zegt wij gaan kernenergie uitfaseren. Wat het Duitse probleem is dat er is één Zweeds bedrijf dat toegang heeft tot ISDS. En er zijn 3 of 4 Duitse bedrijven die net zo hard klagen en die net zulke hoge schadeclaims hebben ingediend, die moeten alleen via de nationale rechter. Nou, dat is iets wat op dit moment als een graat in de keel van Duitsland steekt. Goed, dan dank u wel voor uw inleiding. Dan wil ik nu, u kunt er ook gerust een applausje, ik weet dat het u zwaar afgaat, omgeven. Maar dankzij de heer Roosdorp hebben we hier een debat. Roosdorp, ja, u mag, ik moet het even uitleggen, u mag eigenlijk niet met politici in debat gaan. Hè? Dat heb ik mij laten vertellen, althans voorafgaand dit verhaal. Dus dat is niet behoorlijk dat een ambtenaar van Buitenlandse Zaken dat doet. Ja, het is geen scheiding der machten, geloof ik. Maar ja. Ik denk dat het beter is wanneer de dames met elkaar in debat gaan. Dat lijkt me ook. Ze zijn ook nog niet geweest. Dat vind ik Nou, ik vrees dat de dames zelf niet zo heel erg in debat zullen gaan. Nou goed, we zullen het zien. Ze gaan vooral in debat zometeen met Marijn Visser waarschijnlijk, VNO-NCW. Mag ik een hartelijk applaus nog eenmaal voor Marijn? Wil je dat hier blijven? Ja, ik mag niet meedoen met het debat. Ewald Engelen, mag ik jou als tweede hier naartoe halen? Nogmaals, Ewald Engelen, applaus. Graag. En dan verwelkom ik op het podium Agnes Jongerius van de Partij van de Arbeid. En Annemarie Mineur van de SP. Hallo Annemarie. Ik heb één microfoon te weinig eigenlijk. Daar komt hij al aan. Annemarie, zou jij willen beginnen om even je kort voor te stellen en heel kort je standpunt weer te geven in dit debat. Ja, ik ben Annemarie Mineur. Ik ben Europarlementariër van de SP sinds mei vorig jaar. Ik ben een uitgesproken tegenstander van TTIP, onder andere vanwege ISDS. Maar eigenlijk vooral omdat TTIP een bedreiging is voor de democratie. TTIP is een bedreiging voor de democratie omdat het ons op 3 gebieden invloed en zeggenschap ontneemt. Om te beginnen, houd kort, Annemarie. Ik doe mijn best. Om te beginnen gaan we een hele hoop invloed inleveren aan Washington. De regels die geharmoniseerd moeten gaan worden tussen Washington en Europa. Daar zal Washington over mee moeten praten. Op de tweede plaats gaan we een heleboel invloed inleveren aan multinationals. Het afstemmen van die regels gaat gebeuren in een overleg met die multinationals. Dus daar zullen we als volksvertegenwoordiging steeds minder over te zeggen krijgen. En ten derde gaan we vanwege ISDS een heleboel invloed kwijtraken aan Amerikaanse advocaten. Oké, daar wil ik het heel even bij laten. Even kort de eerste ronde gewoon. Waarom? Ewald, jij kan het heel lekker kort. Ten eerste wil ik je er wel op wijzen dat we inmiddels
5:10 zijn. Ja, dus ik weet het. Het is vrijdagavond, ik wil een koud glas witte wijn. Ja. En ik neem aan dat heel veel mensen dat willen, dat is één. En het, ja, kijk. En ten tweede, kijk, ik heb veel van mijn kruid natuurlijk eigenlijk al in de vorige ronde verschoten. Want we gaan het nu hebben over een onderdeel van TTIP. Ja, maar wel een wezenlijk onderdeel. Terwijl ik eindeloos duidelijk heb gemaakt dat het hele TTIP wat mij betreft gewoon een misgeboorte is, moeten we niet doen. En dat heeft alles te maken met inderdaad democratie. Dit is een element ervan wat inderdaad ook dreigt om de nationale soevereiniteit van nationale parlementen verder te eroderen. Laten we daar enorm voorzichtig mee zijn. En dat is het eigenlijk. Marijn Visser. Ja, iets beter in de microfoon. Iets meer in de microfoon. Zo beter? Ja. Laten we ISDS vooral niet overdrijven. 3000 bilaterale investeringsakkoorden. Er zijn nog geen 600 zaken geweest. Er zijn maar 85 zaken geweest waarin de overheid in het ongelijk werd gesteld. En dat wereldwijd. Bij investeringen van 23.000 miljard dollar. Ik bedoel, dat is zo'n gigantisch bedrag, dat kunnen we ons niets meer voorstellen. Dus het wordt enorm opgeblazen. Maar het is wel van belang voor ondernemers. Waarom? Dat is heel simpel. In Amerika toetst een rechter niet aan verdragen, aan internationale verdragen. Dus je kunt niet als Europees bedrijf, als je schade leidt, bijvoorbeeld onteigend wordt in Amerika, kun je niet een beroep op TTIP doen bij de nationale rechtsgang. Daarom is het voor ons van belang om een arbitragesysteem te hebben. Er valt met ons absoluut te praten over de manier waarop je arbitrage inricht. Nu is het misschien, als je de klassieke manier met drie mannen in een hotelkamer, wat je net schetste, dat is misschien iets van de vorige eeuw, dan moeten we op een andere manier Het gebeurt doen. Nog steeds. Dat gebeurt nog steeds. Je kan dat professionaliseren met een beroepsmogelijkheid, meer transparantie. Allemaal over te praten. Maar arbitrage, dus een onafhankelijke manier, zodat je niet afhankelijk bent van de overheid die jouw schade berokkent, want daar gaat het om. Die jouw speelgoed kapot maakt, om het zo maar even te zeggen. Dat moet blijven bestaan. Er moet ook een TTIP. Oké, dankjewel. Mevrouw Jongerius, dat lijkt me een heel redelijk standpunt, toch? Enorm redelijk standpunt. Ja, zeker. Lijkt mij dus niet. Kijk, voor mij is deze stelling, TTIP is een bedreiging voor de democratie. Als wij inderdaad via TTIP private rechtbanken, nee geen rechtbanken, private tribunalen krijgen, waar ondernemingen rechtstreeks bedrijven kunnen gaan aanklagen. Zijn er al, maar we hebben het nu op een enorm grote schaal. Ze zijn er al. Ik was in oktober in Washington bij het ministerie van Handel in Washington. En die zei, uit welk land kwam u ook alweer? Had u zorgen over ISDS? Weet u wel hoe vaak Nederlandse bedrijven gebruik maken van ISDS? En dat is dus voor mij geen aanbeveling om het te handhaven. Kijk, als zelfs slachtoffers van martelingen en oorlogshandelingen verplicht zijn om eerst bij nationale rechtbanken gelijk te halen, alvorens zij naar een internationaal hof kunnen stappen, zullen we dan speciaal voor bedrijven een snelweg maken buiten de nationale rechtspraak om? Dat moeten we dus niet doen. Dan zou het toch wel leuk zijn. Uw partij heeft afgelopen... Mevrouw Mineur. Uw partij heeft afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer gestemd tegen een motie die zegt we moeten ISDS ook niet via het verdrag met Canada naar binnen laten. Dus ik ben benieuwd hoe u dat kunt uitleggen. Dat lijkt me strijdig met wat u zegt. Dat mag u zeggen, maar u weet dat ik net als u in het Europese parlement zit. En dat wij in het Europese parlement in onze fractie juist gezegd hebben wij willen geen ISDS. Dat hebben we niet nodig in TTIP. En in CETA is dat een reden. Als deze ISDS-clausule erin blijft staan, is dat een reden om tegen het Canadese verdrag te pleiten. En ik weet dat er soms debat is. Nee, maar zeker, het zijn fundamentele standpunten. Door een andere motie die is aangenomen gaat over de 8 kerndoelstellingen van... Kijk, drank op de tafel. Zeker. Van de internationale labor organization waar we het over hadden. Daar is voorgesteld, laten we dit verdrag met Amerika niet door laten gaan als we die, tenminste die 8
fundamentele voorstellen niet overnemen. Daar heeft de PvdA ook tegen gestemd. Klinkt een beetje als een typische PvdA-spagaat. Mag ik even... Ik ga even meneer Visser het woord geven, want die heeft een hele andere signatuur. Maar misschien mag ik toch heel even zeggen... Ja? Juist deze debat tussen SP en Partij juist deze van de twee punten zitten in de standpunten van de Sociaal-Democratische fractie, omdat ik mij daarvoor ingezet heb. En ja, daarmee weet ik dat ik voor een deel een ander standpunt inneem dan mijn collega's in Den Haag. En ik zou denken dat u daar misschien blij mee zou kunnen zijn. Nou, kom dan bij onze partij, zou ik zeggen. Want wij zijn de enige die er een ander standpunt over inneemt. Dat dacht ik niet. Laat mij ik maak even een einde aan het socialistische onderonsje. Laat mij de taak hebben. Ik geef even het woord aan een echte liberaal. Althans, dat vermoed ik zomaar. Ik wil even iets over die ILO-standaarden zeggen. Want daar wordt altijd een hele heisa van gemaakt... door de SP en de vakbeweging. En dat begrijpelijk, want die vinden wij ook belangrijk. Het is werkgevers- en werknemersorganisatie, immers de ILO. Een soort CER, maar dan internationaal. Maar nu is het juist de Amerikanen die ontzettend actief die ILO-standaarden hanteren in hun handelspolitiek. Ze hebben van de week twee Promotion Authority aangenomen. Sorry. Neem me niet kwalijk, nee, maar dat is echt onzin. Ik heb toevallig net vandaag de hele lijst door zitten nemen. Amerika is de enige die maar twee van die acht kernbegrippen ze hanteren alle acht in hun handelspolitiek onzin. Akkoord. Nee, onzin. Nee, dat moet u in feite beter kennen. Dat is echt onzin. We hebben in Mississippi gebieden die vakbondsvrij zijn. Mag ik hier een feitelijke scheidsrechter bij halen? Meneer Roosdorp, heeft u het antwoord hierop? Wat is juist? Scheidsrechter? Nou, ik heb hier wel een kamermotie in mijn handen. En ik ben inderdaad geen politicus, maar het is wel lekker om een keer te doen natuurlijk. 24 maart 2015. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat onze democratische rechtsstaat en waarden zoals menselijke waardigheid... vrijheid, democratie, rechtsgelijkheid en bescherming van milieu en mensenrechten gewaarborgd moet blijven, spreekt uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming en gaat over tot de orde van de dag. Wie herkent hem? Ja, ik herken hem wel, ja. Ja, u heeft net op mijn briefje gekeken. Ik had hem daarvoor ook al eens gelezen, hoor. Nou ja, ik bedoel, dit is een motie ook ondertekend door de heer Van Bommel van de Socialistische Partij. Dus, en de minister-president heeft een oordeel uitgesproken over deze motie. En heeft gezegd van dit is prima, dit is precies wat wij nodig hebben. Ook in onze activiteiten in Brussel. Dus volgens mij staan we allemaal aan dezelfde kant van het touw te trekken. Inclusief de SP zie ik hier. En hij is ook ondertekend door de ChristenUnie, GroenLinks en CDA. Ik denk dat de PvdA mee heeft gestemd. Dus volgens mij... Zijn we het eens op dit punt? Er mag geen geschillenbeslechting zijn die onze waarde. Dan ben ik weer weg. Die rode vlag is bedoeld voor onzin. En dit is natuurlijk geen onzin. Het staat op papier. Het is een motie. Het is ondertekend door politieke partijen. Nee, wat ik toch wel verbijsterend vind om te zien... is dat we in de context van een grote financiële meltdown... die eigenlijk geleid had moeten, zou moeten hebben... tot het herbezinnen op het neoliberale beleid wat we de afgelopen 20, 30 jaar gevoerd hebben, dat we deze stap naar voren aan het zetten zijn. Terwijl we achter ons een Europese interne markt hebben die onafgemaakt is, waarbij de sociale poot eigenlijk nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. En waarbij we dus nu zien dat eigenlijk alle partijen, van SP tot en met PVV, eigenlijk meegaat met de gedachte dat het goed is dat we deze volgende stap op marktverruiming gaan zetten. En het enige waar de discussies over gaan, dat is een beetje chloorkip, dat is een beetje ISDS. En eigenlijk, als ik dat door mijn oogharen bekijk, moet ik constateren dat het enige politieke frame wat kennelijk dominant is en wat accepteerbaar is, dat is een frame van wat ik dan maar noem herbivoor neoliberalisme. We gaan door op het pad van marktvergroting. We geven meer exitmogelijkheden voor de factor kapitaal. Maar ook dat is een mooie frame. Het enige wat we proberen te doen is een beetje ervoor zorgen dat ISDS, dat het aan panden gelegd wordt. Dat we een beetje wat meer regelgeving hebben. Maar we gaan dus gewoon door op dat pad naar verder. Oké, ik wil even een kleine... En ik vind dat eigenlijk een enorm deprimerende constatering. Het zou deprimerend zijn. Ik maak even een pas op de plaats. Excuseer. Als het waar was. En het is niet waar. Ja. Het is niet waar. Excuseer. Ik ga even het volgende voorleggen. Uit de eerste sessie kwam heel duidelijk naar buiten. Uit de analyse, uit de studie van de heer Capaldo. Dat het is eigenlijk TTIP een desintegratief zou kunnen werken voor Europa. Want jij haalt het eigenlijk ook al aan. Europa is nog niet helemaal af. En daar zou dus TTIP
nog een negatievere invloed op kunnen hebben. Op, nou, dat, ik zie de heer Capaldo ja knikken, dus dat klopt. Daar zou ik toch even de heer Berden over willen horen dan. Als u schrikt daar een beetje van. Als u zegt van nou, ik doe dat liever niet, of een andere keer, of bij de beat. Nee? Ja. Zou ik dan mogen reageren? Dan mag u daarop reageren, mevrouw. Wilt u er nu antwoord op geven? Want ik vind het wel belangrijk om van de theoreticus eerst het antwoord te horen. Nou, ik wou eigenlijk reageren nog op iets wat hij in de eerdere sessie zei, namelijk dat de Amerikanen verwachten dat de normen in Amerika omhoog gaan. En dat u ze dan vertelt dat dat niet het geval is. Als ik naar Amerika ga en mijn oud-collega's van de EFL-CIO spreek, dan zeg ik, dat zou precies ook mijn inzet zijn. Mijn inzet zou zijn, dit handelsverdrag moet er komen als we op die manier de normen in Amerika omhoog weten te krijgen. Dat gaat dan precies over die 8 core labor standards. En waarom ik tegen Ewald zou willen zeggen, wees nou niet te somber op een warme vrijdag. Avond. Als ik zeg, zo'n verdrag moet er alleen komen als we in staat zijn om normen omhoog te harmoniseren, dan is dus de keerzijde daarvan, als water naar het laagste punt loopt, en dat doet het vaak, ga je tegenstemmen, en dat klopt, dan ga ik tegenstemmen. En dat is volgens mij winst, want volgens mij is dit precies het verhaal. Als in de Amerikaanse economie mensen goedkoper kunnen produceren omdat ze niet alle arbeidsnormen respecteren, dan zit daar de enorme bedreiging in. En dan moet je het dus gewoon niet doen. Dan moet je gewoon straks nee zeggen. En dat is dus precies wat wij nu in het Europese parlement met die 900 amendementen op papier aan het zeggen zijn. Wij willen dat die normen omhoog gaan. Dat we inderdaad naar boven gaan harmoniseren. En als dat niet gaat, kappen met die handel. Oké, dank u wel. Dank u wel. Mag we de P van de A weer? Ze willen dus eigenlijk wel. Jullie hebben nou een paar mooie verhalen van ja, nee, nou toch eigenlijk niet als het misschien hierom gaat. Ja. 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 U mag zo wat zeggen. Het punt is dat dit hele verdrag er niet moet komen. Ik bedoel, waar we mee bezig zijn is om een grote interne markt te maken nu met de Verenigde Staten. Maar Canada komt er ook nog bij, er zit nog een verdrag in het verschiet. Op een gegeven moment zijn we bezig om een verdrag te maken met ongeveer 1/3 van de wereldbevolking. Dat moeten we niet willen. Dat is onzin. Ik bedoel, waar is dan nog democratie? Waar kan je nog invloed uitoefenen op wat er gebeurt in je land? Wat er gebeurt in je omgeving? En gaan we dan nog, we hebben het net meneer Visser horen zeggen, de agenda van TTIP is de agenda van Business Europe, van de multinationals. Ja. Dat is de agenda. Die gaan echt niet vechten voor onze arbeidsrechten, voor onze milieurechten, voor onze voedselveiligheid. Dat gaat niet gebeuren. We moeten TTIP niet willen. Goed, dan nu even een aantal vragen uit de zaal. Eens even kijken. Ja, ik ga u toch het eerste het woord geven. Deze meneer die zat net heel hard te roepen, dus die krijgt dan ook het woord. Hè, dat zo gaat dat. Als je hard schreeuwt, dan win je. Dat is markteconomie. Grote bek opzetten, dan win je. Ook hier. Ja? Even wachten. De vraag was eigenlijk, ik ben Rob Geurtsen. Wat doe je, Rob, in het dagelijks leven? Om voor deze bijeenkomst relevant dat ik iets te vaak in Brussel rondloop en de interne malversaties rondom dit verdrag ook herken. Het is eigenlijk een vraag aan de inleider, de heer Doorn, of wat was het, Rozenbos of Rozendorp. Waarom in hemelsnaam, en dat geldt ook voor VNO, waarom in hemelsnaam ontstaat er nu pas een maatschappelijke discussie? En waarom heeft BUZA nooit bedacht, dit is een belang van het volk? Wij hebben deze discussie, zoeken wij al heel lang actief op. Maar ja, voor een discussie heb je toch meer dan één persoon nodig. En jullie zijn er inderdaad, maar jou heb ik langs zien komen. U heb ik met alle respect nog niet gezien. Wij proberen die discussie al lang en breed op de agenda te zetten. Ja, je hebt er meerdere partijen voor nodig. Ik bedoel, als de insinuatie is van, ja, jullie proberen het onder de pet te houden, dan kan ik dat in ieder geval ontkennen. We zijn nooit in de media gevraagd, hey, we gaan dit project doen. Nou ja, dan
denk ik dat u iets verder door moet zoeken. Mag ik reageren? Ja, ik volg dit ook. En dan pakweg vanaf tweede helft van 2013, meen ik dat het was. Het is in de zomer van 2013 aangezwengeld. Het duurde een paar maanden voordat het ergens in de internationale media werd opgepikt. Volgens mij was het The Guardian die mij op het spoor bracht. En eigenlijk moet je constateren dat zeker de vorige commissie zijn uiterste best gedaan heeft om dit toch een achterkamertjesverdrag te laten zijn. En het is afgedwongen door media niet in Nederland, want die treft een deel van de blaam waarom er eigenlijk in Nederland nooit een tegenpartij geweest is. Maar buitenlandse media hebben dat wel gedaan. En die hebben eigenlijk afgedwongen bij de nieuwe commissie dat er wel veel meer pogingen gedaan werden om dit transparant te maken en naar buiten te brengen. Maar ook Nederlandse journalistiek, denk ik, dat die een hand in eigen boezem moet steken. Want die hebben dit gewoon helemaal links laten liggen of rechts laten liggen, whatever. Ze hebben het ergens laten liggen. En hoe dat komt, dat is een interessante vraag. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de ingewikkeldheid van het dossier, maar ook bij de afwezigheid van economische internationale betrekkingen, kennis bij veel journaaien. In ieder geval bij columnisten. Columnisten in Nederland zijn eigenlijk nou is het genoeg geweest, Engelen. Al ontzettend veel jaren alleen maar bezig geweest met integratie en multiculturalisme onderwerpen. Ja, ik heb een volgende vraag. Ja, mevrouw. Waarom moeten we gedwongen zo'n TTIP krijgen? Kunt u heel even kort aangeven hoe u heet? Ik ben Silvia Terribili van Radio Onda Italiana. Waarom moeten we gedwongen zijn om zo'n TTIP-verdrag te accepteren? Daar hebben we nooit erom gevraagd. Er is ontzettend heel veel geheim daarover. Niemand praat erover in de media. Het is alles heel onduidelijk. Dit komt ten goede van de multinationals en ten nadele van 99% van de bevolking. Dus we zijn er gewoon tegen. Waarom moeten we? Waarom moeten we? Nou, meneer Visser, dat lijkt me toch Dit is natuurlijk, TTIP is echt niet alleen een verhaal van multinationals. Het is juist ook voor MKB. Nee, daar moet ik echt bezwaar tegen maken. Nee, ik krijg voortdurend... Mevrouw Mineur, dat is toch een beetje het gevoel dat we krijgen bij sowieso het geluid van de SP. Maar gaat u vooral verder? Nee, ik krijg voortdurend mensen inderdaad. We hebben net Guus Geurts gehoord die verteld heeft dat onder boeren ook inderdaad het bezet verzet begint te groeien. Maar ik word ook benaderd door mensen uit bijvoorbeeld de suikerindustrie en de zetmeelindustrie, de akkerbouwers. Die zeggen, leuk dat TTIP, maar laat mij daar buiten. Wat VNO-NCW doet, dat is de belangenvertegenwoordiger van de multinationals en niet van het MKB. Ik vertegenwoordig ook MKB Nederland, mevrouw. Daar denken ze zelf anders over. Nou ja, ik ben MKB Nederland, dus dat lijkt me een beetje Vooruit, een volgende vraag uit de zaal. Ik ben helemaal mijn verhaal te vertellen. Ik geef u gewoon even direct in de microfoon. Super, dank u wel. Misschien heel even kort samen... Precies, ik ben Ian Oudemans, ik ben een student. In 10 minuten was mij al duidelijk welke framing hier plaatsvond van elke van de sprekers. En om misschien een stap voorwaarts te zetten, in plaats van elke keer het debat weer te voeren wie voor is en wie tegen, want dat was al lang duidelijk. Hoe gaan we dit oplossen? En hoe gaan we de stap voorwaarts zetten naar wel een verdrag? Of naar een verdrag, in welke vorm dan ook, onder welke voorwaarden, zouden jullie het wel accepteren? Ook als SP zijnde, ook als PvdA zijnde, ook als VVD zijnde, ook als NCO zijnde. Maakt me niet uit. Onder welke voorwaarden komt er wel een verdrag? Want alleen maar stilstand, daar bent u met mij eens, denk ik. Ik hoor alleen maar dat alleen maar voorwaarts prima is, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar alleen maar stilstand is ook niet goed. Amerika is een van onze belangrijkste handelspartners. Hoe gaan we de stap voorwaarts zetten om hoe het er nu ligt te verbeteren? Want ik ben het met u eens, meneer Engelen. U bent het ook niet mee eens hoe deze wereld in elkaar zit, hoe het beter kan. Hoe kan het beter? Ik vind dat een gerechtvaardige vraag. Er is een alternatief. Ja, het mag best gezegd worden, inderdaad, hoe kan het ook beter? Engelen, aan jou eerst VNO-NCW maar eens even. Meneer Visser. Nou, kijk, wat net al gezegd werd, de angst is bijvoorbeeld dat standaarden omlaag gaan. Nee, het is wederzijdse erkenning van elkaar standaarden. Dat is... Wat bedoel ik daarmee? Het Nederlands bedrijfsleven zit ook helemaal niet op die glorkip te wachten. Er zijn heel veel beelden en het is van belang. Daarom zijn wij op zich blij dat deze maatschappelijke discussie eindelijk is losgebarsten. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dankzij Arjen Lubach volgens mij. Die moet een standbeeld krijgen, die man. Die beelden moeten worden... Daar laat ik me niet over uit. Die beelden moeten weggenomen worden.
Minister Ploem heeft een hele verstandige stap van de week aangekondigd. Ze heeft gezegd, ik ga een SER-advies vragen. Wij willen graag, dat is VNO-NCW en MKB Nederland, wij willen graag bijvoorbeeld met de vakbeweging praten, waar moeten die standaarden nou precies liggen? En daar zou de SER bijvoorbeeld een prima middel zijn. Zo doen we dat al jaren in Polder Nederland. Ja, ik ga u ook houden aan het standbeeld trouwens van Lubach met VNO-NCW. Dat mag. Ik ga ook een vraag mogelijkheid geven aan de heer Capaldo. Die vroeg daar net zelf even. You wanted to ask a question. You wanted to ask a question. Yes. Thank you very much. Just a quick question. And it's a question for whoever supports the idea of ISDS knows more about ISDS than I do, which I guess is a lot of people. So under ISDS, a foreign company can sue the government if the government introduces a piece of legislation that somehow threatens the firm's profits or business. Now, national companies cannot do this. So the question it seems relevant to me is, why would we introduce a clause that affords foreign companies more and more extended rights than it affords to national business? Ik ga deze vraag doorgeven aan de heer Roosdorp. Ja? Dat is een goede vraag. Ook in het, toen ik in de Verenigde Staten was bij het Cato-instituut, wat niet echt bekend staat om zijn opvatting aan de linkerkant van het spectrum, was exact dezelfde vraag. De enige reden die je hebt is eigenlijk vanuit de historie van je wil ergens gaan investeren, maar je bent niet bekend met de nationale rechtspraak. En je hebt dus een extra rechtsgang mogelijkheid. Dat is de verklaring. Nee. Dit is historisch zo gegroeid. Ik zeg niet dat ik daar. MKB zei akkoord dat er aan internationale bedrijven meer rechten gegeven worden dan aan de nationale MKB. Dan moet de overheid. Dat is de nationale bevoegdheid van de overheid. De overheid kan natuurlijk ook ervoor kiezen om hun nationale bedrijven dezelfde mogelijkheden te geven. Dat gaat. Maar wat is toch die wens om voortdurend gewoon buiten het bestaande rechtssysteem te willen treden? Dat begrijp ik niet. Dat je daar in Amerika geen gebruik van kan maken als bedrijf. Amerika heeft ook een goed rechtssysteem. En als we daar geen zaken mee willen doen, dan moeten we dat niet doen om deze reden. Maar we hebben in Europa dus een voorbeeld. Ik ga weer even naar de zaal toe. Tot de Europese Unie. Hele dringende vraag. U heb ik al een keer gehad. Dus u heb ik ook al een keer gehad. Daar deze meneer in een licht. Ik ben helemaal niet geweest. Nee. Zij houdt hem vast. Kijk, we kunnen over allemaal details praten. Mag ik even uw naam weten? Willem Bos. En aan wie gaat u uw vraag stellen? Vooral aan mevrouw Jongerius en mevrouw Mineur. Kijk, we kunnen discussiëren over de voor- en nadelen voor bepaalde sectoren enzovoort. Er wordt veel te veel over economie gepraat en veel te weinig over ecologie. Maar de centrale vraag is natuurlijk, dit is een handelsverdrag. Willen wij de internationale handel vergroten of niet? Worden we daar beter van? Nee, dat moeten we niet doen. Dat eeuwige gesjouw met al de maar goederen over de hele wereld, van alle mogelijke kanten, dat is funest. Dus ik zeg niet dat ik tegen internationale handel, maar er is geen enkele reden om die te vergroten. Dat is funest omdat het leidt tot een race to the bottom, omdat de internationale concurrentie versterkt wordt. Het is funest voor de ecologische omstandigheden, omdat het een geweldige hoeveelheid uitstoot vergroot enzovoort. Dus de vraag is, waarom zeggen linkse partijen niet gewoon nee? We moeten niet zo'n verdrag sluiten. Hoe het er ook uitziet, hoe het ook gaat. Nee, we moeten niet meer internationale handel hebben. We moeten meer regionaal produceren. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Mevrouw Jongerius, is u een economisch model bekend wat hierop aansluit? Een economisch model wat hierop aansluit? Wat meneer... Nou ja, kijk, we moeten niet ontkennen dat wij in Nederland ook heel veel te danken hebben aan internationale handel. Dus het zou zeg maar raar zijn om te zeggen, daar stoppen we nu mee. Waar het mij om gaat, en dat is eigenlijk een aansluiting op wat die meneer net in het middenpad net zei. Volgens mij is het zaak om nu in dit stadium met elkaar te formuleren onder welke voorwaarden zou het wel kunnen. Want als u zegt internationale handel is altijd een race to the bottom, dan is mijn tegenantwoord, ik zou graag een internationaal verdrag willen zien waarin normen inderdaad beschermd zijn en we inderdaad een opwaartse convergentie hebben. En als we dan straks moeten constateren dat de tekst die dan voor ligt daar niet aan voldoet, dan is het ook helder waarom we tegen zijn. Dus ik wil graag
in gesprek blijf. Ik wil graag op zoek naar die methode, naar die voorwaarden waaronder het wel zou kunnen. Ik zeg eigenlijk liever ergens ja op dan. Mooi, nee, dat is een dan moet u het ook bij laten. Dan moet het ook mevrouw Mineur, mag u er nog even op reageren? Ja, kunt u daar nog even op reageren? Dan wil ik graag een pleidooi houden voor het Alternative Trade Mandate, het alternatieve handelsmandaat. Want dat gaat inderdaad over act global, think global, act local. En dat gaat dus inderdaad over dat je niet producten de hele wereld over sjouwt, wat inderdaad ook weer met onze klimaatdoelstellingen strijdig is. En dat gaat er ook over dat je mensenrechten respecteert en daar goed mee omgaat. Dat is een voorstel waarvan ik denk, ja, daar kunnen we wat mee met z'n allen. En dat gaat niet over de agenda van Business Europe, maar dat gaat over wat goed is voor mensen. Daar zou ik dan graag een ja op. Ewald Engeland? Nou ja, we hebben helemaal aan het begin van deze bijeenkomst gehoord dat vergroten van de markt economisch goed is, omdat het leidt tot specialisatie en schaalvoordelen. Dat is het frame, weer woord, frame, waarmee heel veel marktvergrotingsinitiatieven aan burgerij verkocht is. Eigenlijk moet je constateren dat het merendeel van de winsten die voortkomen uit de schaalvergroting van markten te danken zijn aan het vergroten van de arbitragemogelijkheden van multinationals. En dan gaat het om fiscale arbitrage, het gaat om arbeidskostenarbitrage. Eigenlijk moet je constateren dat iedere vergroting van de markt de bewegingsruimte van diegenen die toch al dominant zijn in de vorige markten vergroot heeft. En dat zij de kosten die ze kwijt zijn aan het betalen van hun medewerkers alleen maar naar beneden hebben weten te brengen. En dat ze de kosten die zij kwijt zijn aan het betalen van belasting aan schatkisten ook naar beneden hebben weten te brengen. Dat is wat we nu zien. Als we met deze kennis naar de wereld kijken, dan moeten we constateren dat dat het effect is geweest van die marktvergrotingsmaatregelen. Waarom gaan we dan nu opnieuw zo'n stap zetten waarbij we een nog grotere markt gaan creëren, waarbij we één ding weten, namelijk dat het vooral ten goede komt aan weer de arbitragemogelijkheden van toch al de machtige spelers op bestaande markten. Dank u wel, dank u wel. Ik wil een paar vragen uit het publiek. Ja? Ja, dank u wel. Mijn naam is Jurjen de Waal. Ik werk voor Foodwatch, een consumentenorganisatie die opkomt voor de belangen van consumenten in de voedselsector. Ik wilde even teruggaan naar de stelling ook. TTIP is een bedreiging voor de democratie. We hebben het veel over standaarden vandaag, maar we hebben het voornamelijk over de huidige standaarden, die al dan niet omlaag gaan. Maar het gaat ook over toekomstige standaarden. En alleen mevrouw Mineur hoorde ik er eigenlijk even over spreken in haar introductiepraatje. Ik zou namelijk al een vraag willen stellen aan de meneer van VNO-NCW en de meneer van het ministerie misschien ook wel. Want TTIP bestaat niet alleen uit ISDS, het gaat ook om dat wij als we in de toekomst een nieuwe regel willen gaan invoeren of een nieuwe standaard willen gaan zetten, dat onze gekozen volksvertegenwoordigers die regel of die standaard bedenken om ons volksgezondheid te dienen, ons milieu, onze veiligheid, door allerlei processen en procedures heen moeten, naar allemaal structuren moeten, waar ook het bedrijfsleven en ook de Amerikaanse overheid inspraak in gaan hebben. Dat is het hele idee van het harmoniseren van onze regelgeving in de toekomst. Kunt u mij uitleggen waarom dat geen bedreiging is voor onze democratie? Meneer Roosdorp. Waar we het hier over hebben is de Regulatory Corporation Body, om er nog maar eens even een mooie term in te gooien. Wat hier aan de hand is, is dat je op een gegeven moment zegt van inderdaad, wat u zegt, de techniek schrijft voor, regelgeving wordt aangepast. En op een gegeven moment is dat TTIP is verouderd, want die standaarden die zijn veranderd. Hoe gaan wij dat nou in de toekomst regelen? Nou, daar wil je een setje regels voor ontwikkelen. En een van die regels is inspraak. Want ja, degene die het betreft, die zou moeten kunnen zeggen van vinden we dat wel of niet een verstandige maatregel. Net als wat wij op dit moment doen met al onze wetgeving, die consulteren we via het internet. En iedereen die daar een mening over heeft of daardoor wordt geraakt, die mag daar inspraak op doen. Nou, iets dergelijks, dat wordt ook besproken op dit moment in het kader van TTIP. Ik zit goed in de moties vandaag. Ook daar heb ik is recentelijk 9 april een motie van het lid Jasper van Dijk aangenomen. Die dus ook verzoekt de regering te verzekeren dat het publieke domein verantwoordelijk blijft voor de afweging tussen diverse belangen. En dat ziet precies hierop. En ook daarvan heeft de Kamer gezegd, dat vinden wij een heel verstandig standpunt. Heeft de minister gezegd, dat neem ik over en zo gaan we verder.
Daar zijn we dan ook heel blij mee. Tenminste, daar ben ik heel blij mee. Jasper van Dijk was er ook heel blij mee. Maar waar ik met die Regulatory Cooperation Body, dat overlegplatform, waar ik moeite mee heb, dat is dat we waarschijnlijk gaan krijgen wat we nu ook hadden over schaliegas. Namelijk, schaliegas adviseert schaliegas of wc-eend adviseert wc-eend. We krijgen dus overlegplatformen waar het bedrijfsleven inderdaad in zit. En wat dan gaat vertellen wat goed is voor het bedrijfsleven. Ja, goh, wat zou er dan uitkomen? Goed, dat laten we even naar een andere vraag gaan uit het publiek. Is hij er nog vragen? Ja. Volgens mij nog tijd achter voor één laatste vraag. Nog één laatste vraag, dus ja. Is dat ook wat het publiek eigenlijk wil? Ik ga nu toch een beetje democratisch doen. Gaan we nog even door of doen? Is één vraag nog, is dat genoeg? Huh? Ja, ja. Nee. Meneer Roosdorp, u heeft geen stem hierin, helaas. Een vraag, hè? Dan geef ik hierna nog één vraag, dan is het daarmee. Hi. Gaat uw gang. Ik ben Midas, ik ben ook student. Het sluit eigenlijk een beetje aan op wat jij zojuist zei. Ik heb een vraag aan de heer van de VNO. En dat betreft eigenlijk de gewichtigheid van de zaken die tot nu toe ter sprake zijn gekomen. En hoe u binnen de VNO deze een bepaald gewicht geeft. En dan bedoel ik voornamelijk ten eerste, u begon volgens mij uw praatje met te zeggen, wij weten eigenlijk ook niet zoveel. Wij weten net zoveel als dat jullie hier in de zaal weten. Dat is punt 1, waarvan ik toen al dacht, oké, dat is best wel raar. Toen kwamen er twee economen. Eentje die zei, de economische effecten zijn niet zo heel erg groot. Op de ander zei, de economische effecten voor de Europese Unie zijn een beetje... Kan je een vraag stellen? Ja, sorry. Ik heb een hele lange introductie. Ja. Het erover na te denken. Sorry, je hebt helemaal gelijk. Het ding is eigenlijk dat ik wel eens van de VNO expliciet zou willen horen wat nou precies de overwegingen zijn, waarom jullie zo expliciet voor dit verdrag zijn, terwijl er denk ik best wel veel tot nu toe dingen zijn genoemd waarom je er tegen zou kunnen zijn. En ik zou het van u heel graag expliciet voor willen horen. Ja. Kan ik al antwoord op geven? Zal ik proberen kort te houden. Exact weten wat eruit komt, dat weet niemand. Dus of het nou de Nederlandse overheid heeft gezegd tussen de 1,4 en de 4,1 miljard, ja, dat hangt er vanaf hoe het akkoord er precies uitziet. Dat weet ik ook niet, dat weet u niet, dat gaan we nog meemaken hopelijk. Maar waarom zijn wij voor? Omdat het heel simpel, gewoon importtarieven verlaagt. Dus nu gelden de bepaalde importtarieven, die gaan naar nul. Nou, daar profiteert het exporterend bedrijfsleven van, dat is heel simpel. En tweede is wederzijds erkenning van elkaars standaarden. Dus je voldoet aan de Europese standaard en dat wordt erkend door de Verenigde Staten, zodat je goedkoper ook kan exporteren naar de Verenigde Staten. Andersom kan je ook weer goedkoper importeren uit de Verenigde Staten, bijvoorbeeld halffabrikaten die je verder wil verwerken. In die zin is het niet zo heel ingewikkeld. Dat is de reden dat wij voor zijn. Het gaat om de handel. Heel simpel. De allerlaatste vraag. En die geef ik. Stak jij nou je hand op? Jij daar? Of? Ja, hier. Met je lange blonde haar. Wacht even. Ja, daar. Ja, prima. Yes, I will say it in English because I am Leti from Ecuador. And I will give an example of this treatment. You know, and transnational is very much protected. And my question is, how this Mr. there from the government, how he's going to do to protect the citizen and the small company from this big transnational? Because we have the same problem in Ecuador with people like him, who is making this kind of agreement and it's not for the people. Now, after 21 years, we still don't have justice. So how is he going to protect his people? I think he's working for the people of the Netherlands. And his job will be to protect them. So my question is, how is he going to do with his transnational? So they are very big and protected. How is he going to do that? Mevrouw, thank you very much. Mevrouw refereerde aan waarschijnlijk, you refer to the big case with Occidental Oil, I suppose, which I mentioned. Die ik noemde in mijn inleiding. Dat zijn voor dit soort mensen natuurlijk onverteerbare zaken. Wilt u daar antwoord op geven? Of meneer Berden, zou u daar antwoord op willen geven? Nee? Dan gaat meneer Roos doen. You're fully right that these kind of court cases
have very negative effects and should not have taken place. It is because I don't know every detail of this case, but this is exactly one example why we suggest if we would like to keep ISDS in treaties, then we need to give it, let's say, the human face and say and make sure that it's not the companies who only benefit from this mechanism. And it seems like something went terribly wrong in your case, and I'd be happy to learn more about it. I'm sorry I don't have a complete answer on this specific thing, but for the future we would like to improve this. Hoe ga ik de op exact dezelfde manier? De manier die ik net aangaf. Er is een mechanisme wat wij zeg maar zelf een beetje de rauwe variant noemen. Daar is niemand echt blij mee. Het klopt inderdaad dat er heel weinig discussie over is geweest. Dat is nu gelukkig goed opgepakt. Ik moet er meteen bij zeggen, wij waren misschien wel een van de eerste, omdat wij aandacht hebben gevraagd in een vrij dikke studie. Kijk op onze website. 24 juni 2014 is hij naar de Kamer gegaan. Waarbij we aangeven, juist dit soort excessen willen wij gewoon niet meer hebben. Als we geen schaliegas niet naar schaliegas willen boren, dan is dat gewoon iets wat wij niet willen en wat we niet doen. Waarom is de initiële inzet überhaupt die carnivore vorm van ISDS geweest? Waarom ben je niet meteen begonnen met de herbivore vorm? Ik bedoel, dat is toch raar? Je gaat namens Europese burgers ga je onderhandelingen aan met Amerikaanse tegenpartijen. Met de bedoeling om een soort interne markt te creëren. Dan is het uitgangspunt toch gewoon Europese normen en Europese concepties over wat belangrijk is voor de burger. Waarom begin je dan met zo'n rauwe variant van ISDS? Ja. Wij kunnen dus kennelijk als burger onze eigen onderhandelaars niet vertrouwen. En daar was ik sowieso al achter. U verdiept zich al een tijdje in deze materie en dat waardeer ik zeer. Want dat is vrij ingewikkelde, complexe materie. Maar er is op dit moment geen carnivore variant. Wat wij tegen de Amerikanen hebben gezegd is, als wij over dit hoofdstuk gaan praten, willen wij eerst ons Europese huis op orde hebben. En dan komen we nog eens een keertje bij jullie terug. Dus er wordt over alles gesproken op dit moment, met uitzondering van ISDS. En dat zou dus wel moeten. Want ISDS gaat nog steeds, blijft niet transparant. Het gaat om arbiters die niet onderdeel zijn van het rechtssysteem. Je kunt niet in beroep. Het is niet een volwaardig rechtssysteem. Nee, maar dan is het misschien toch wel de goede weg om eerst te zeggen binnen Europa, wij willen gewoon zelf bepalen waar we staan. En dan gaan we daarnaast kijken hoe we daarmee naar de Amerikanen gaan. En er wordt keihard voor gelobby voor ISDS ook. Met name door wie? Door een van uw oud-collega's, die is overgestapt naar een lobbyorganisatie. Mijn oud-collega is vorig jaar vertrokken. En die heb ik sindsdien niet meer gezien. Nee, maar die is inderdaad gaan lobbyen. En ik vrees dat hij iets meer verdient dan u. Het is een vrij... We gaan het erbij laten voor vanavond. Ik wil iedereen danken. Ik wil met name Jerome Capaldo bedanken. Ik wil graag natuurlijk bedanken. Ik ga het even verder met deze. Koen Berden. Zonder u geen discussie en geen standpunten. Dank u wel. Thank you very much. Ik wil natuurlijk de deelnemers danken. Ik wil nogmaals Kathleen Paschier van FNV. Dank u wel, Kathleen. Mevrouw Mineur van de SP. Ewald Engelen, wat moet een debat zonder jou. De heer Visser van PvdA-NCW, dank je wel. En natuurlijk, niet de minste, Agnes Jongerius. Dank je wel.